Of willen niet? het do of doe het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen worden! Ja, redt vijf uur. Te snel voor ons. God Stay on your bike. Pretkaap! En nog net! Hier is het die die is op Jeff Dooney is hier. Jeff! <inaudible> wat is er mis met Dumoulin? Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog or I cut your head off. Yes. Daar is hem, daar is hem! Daar is hem! Daar is hem inderdaad, een nieuwe aflevering van de Jogclub. Vandaag een man te gast die de toekomst dagen won met Tosh van der Zanden. Hij verzamelde zes Belgische titels bij de junioren op de piste, won twee profkoersen en sluit zijn carrière af bij Quickstep. Vandaag is hij co-commentator op Eurosport en even een column in het Nieuwsblad. De materiaalmeester, welkom Stijn Steels. Goedenavond. Welkom ook Seppe. Merci Bobby. Hoe je hier geraakt Seppe? Uh, ja. ja, ik zag hem al even kijken... Of zo'n palmares klopt, ik hoop dat die juist is. Uh, Kermiskoers er niet bijgeteld, maat. Uh, dat zijn ook koers, hè. Sampa maakt. Oh wel, dus uh, inderdaad, op Wikipedia één koers extra. Maar op Procycling zet dan niet meegeteld. Ja, op zich. Palmares blijft op zich redelijk klein qua overwinningen. Dus of dat dat er nu. Is, maar de <shalenfighting> ja, dat is toch. De toekomst is niet plezant, ja, ja. Dat was een plezante tijd. Ik had een hele trouwe supporter. Met een <sup <rappers> Belgische hoed <Nicole> op. <toonom bitter> Meneer Odijn, is daar geen foto van ook? Zeker, zeker met een spandoek. Kok uit, ook wel. Ja, elke donderdagavond, denk ik dat we kwamen zien. Studentenavond, en dan jij studeerde toen nog in Gent. Ja, en dan was toen juist ploegmaat van mij? Of ik denk nog niet, of nog niet. Ik moest nog. Belofte worden, denk ik. Ah, ja, Oké. Okay. Ja, dat was het eerst. Ik ging naar rechter komen dat jaar. Ah, ja, maar Dan, de, uh, de toekomstige was altijd wel. Ja, daar, daar zagen we hoe moeilijk een ploegkoers is. Ja, ja, levensgevaarlijk, hè. Er werd echt veel gevallen. Door, ja, 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 en... ja, ja, zeker. Uh, nu doen ze dat niet meer, hè. Nu mogen Staat ze. Niet meer? Toekomstensdagen bestaan nog, maar de eerste drie nachten zijn er geen ploegkoersen. Omdat ze gewoon zodanig veel vallen. En, dan, uh, en bij ons was dat wel nog elke keer ploegkoers. Maar gewoon, ja, we zorgden gewoon dat we altijd op kop reden of in de tweede positie zaten. Want de rest was gewoon vallen. Ja, maar dat is ook. Allez, als je op de piste rijdt, is dat, dat is echt moeilijk. Hè, te doen. Ja, ja en zeker daar. Ik weet bij ons dat jaar nog: uh, deden Andrew Fan en Luke Rowe. Ja. Dus Fan nog een tijd prof-wist. Rowe nog altijd echt supergoed prof. Ja, die stond nog één en acht, stond die zes ronden achter of zo. Gewoon, omdat ze niet, die konden niet rijden op dat kuipje. En ja, wij wisten dat. Dus wij gewoon vanaf de eerste nacht vol. En dan uh, dat is wel plezant. Ja. Wil ik een gewonnen dan uh, weet het van buiten? Natuurlijk. Ik ga er niet veel wind. <laughs> hey, Dendergem. Uh, heel leuk. Ik zou met, met Lampie over de meet gekomen. Uh, Verrebroek voor uh, Woutje geklopt. Nee. Dus uh, op uh, anderhalf minuut gezet. Dat is wel leuk om. Uh, Allee, okay, te veel ik ging niet. In kermiskoers. Ik heb wel. Ja, ik zei, als prof moet ik niet te veel babbelen over Palmares. Ja, uh, maar het kermiskoers denk ik ook ik wel. Elke kermiskoers heb ik wel bijna podium gestaan dat er bestond. Uh, en dat deed ik ook gewoon super graag. Maar ja, mijn job lag niet in die kermiskoers, natuurlijk. Hè. Dat was, maar ik probeerde er wel altijd wel voor te gaan. Dat was dan iets leuks dat je voor jezelf kon rijden. Uh, en ik reed altijd wel graag. Hey, het heet dat gewoon. Ik voel, ik ik heb zo een jaar heb ik zo al die die naaars uh, Zeele, wat voilà, dan nog uh, um, berlaren ja, ja. en dan begin, vooral beginnen met Vichten. Het Vichten. Vichten, en dan het het, het begon dan met het, het WK der kermisskoorse heusden vooral ja, ja. verschrikkelijk ja maar voor, ons, voor mij was dat een keer vrij koersen ja. Dat je zo een keer gewoon kunt doen wat je wilt van in de start keihard knallen Eigenlijk een beetje het principe van toen belofte en juniors koersen, dat ze gewoon een keer, ja, vrij koersen hè, En gewoon terug die, dat gevoel hebben van finales te rijden en hey, ik deed dat gewoon echt graag. Ja. Maar het is toch iets totaal anders dan een doorsnede profkoers? Ach ja, dat is volledig anders, dat is het ja. verschil hè. Um, Een profkoers was vaak gewoon, ja, zeker de laatste jaren, bijna een vast ramin dag in zit. En dat is ook plezant, maar kun je kunt nu niet ja, je mist op den duur het gevoel van het gevoerde ja, taak uiteindelijk. Je doet dat graag, maar in, in die kermiskoersen kon je dan nog eens een keer echt gewoon geven wat je waard waart. Um, en, ja, en ook vaak ook iets lager deelnemersveld. Dus dat kon ze ook nog een keer echt, <laughs> echt goed zeer doen. <laughs> en, uh, allee, dus daarmee, ik was altijd wel van om dat te rijden. Ook niet te veel, want dan duur heb je het inderdaad wel gehad, maar zo af en toe erin tussenpakken, dat, uh, dat deed ik wel graag. Wow. Uh, je stuurde in je bericht dat we het moesten hebben over je loopcarrière. Ah, ja, ja. <laughs> <laughs> Hoe ziet hij eruit? Ja, nu, nu begint hij weer op te bouwen. Nee, nee, wat ik dacht, het de jogclub, ik zei, allee, dat kunnen ze ook weer vertellen over. Uh... Ah, ik ben ooit begonnen als atleet. Ik heb mm -hmm. heel veel sport gedaan. Ik denk, uh, ik ben ooit nog atleet geweest bij AC Helswoud. Dat was toen een klein ploegje dan wel een beroemde cross natuurlijk. Mm -hmm. uh, en maar wel vrij geamuseerd. En daarmee, ik loop nog altijd wel echt. Ik loop nog wel graag. Ja, ik loop nu meer dan dat ik fiets. Ja. En dat blijft wel een, allez, een toffe sport. Hè. Nou, maar je, je hebt zo Kenianen die hebben een bepaald type benen. De kleine steels. Die neemt ja. echt Flandriën ja. benen. Die zijn echt niet gemaakt om mee te lopen, denk ik dan. Ja, ik deed, ja, maar dat viel eigenlijk. In cross nu spreken we echt over heel laag niveau. Maar provinciaal niveau liep ik zo altijd zo 4, 5, 6. Oh, ja. Dus dat, dan deed ik wel mee. Um, maar ik deed alles. hè. Uh, deze als trainden bij Hulshout was het gewoon lopen. er werd niet gekeken van wat dat je doet. maar ja, ik was toch altijd op die wedstrijden, dus pff, ik ging verspringen, ik ging hoogspringen, springen. hockeybal werpen, horden. Uh, ik maakte gewoon dus elke discipline deed ik mee. Uh, ik had ook zomaar een paar spikes, dus ik ging met mijnzelfde spikes deed ik de crossen als het indoorseizoen. <laughs> ik vond dat gewoon super plezant. en ik had inderdaad niet het carrière voor uh, een goede afstandsloper te zijn, maar was wel plezant. ja ik ben nog niet zo vaak onder de indruk geweest van een junior zijn benen. Maar als jij dan. Ja, ik was denk ik. derde of vierdejaarsbelofte. Als jij. bij mij... Waarschijnlijk, deed, ja, bij mij ja. Als eerstejaarsbelofte dat was toch. Uh... Altijd al stevig, stronk geschat, hè? Ja, inderdaad. Ja. Maar ik zou denken. indoor op een 60 meter. of op de piste op een 100 meter. als je benen ziet. moet er toch iets mogelijk geweest zijn. Ja, maar, ook, maar ik trainde niet. Ik trainde op niks specifiek. Dus ja. ik was ook zo. We spreken echt over. Toen was een pak beter atleten dan mij. Hè. Maar ik liep dan gewoon altijd wel mijn finale in de sprint. En Provinciaal Niveau liep ik mijn podiums en zo. maar ja, Ik trainde er niet op. Hè. Ik, bedoel, dat was gewoon, ik deed wel van alles en ik deed gewoon mee. Ik um, moest ik dat uitgebouwd hebben dat ik meer richting 400 meter of zo gegaan zijn. Omdat um, die echte echt explosiviteit. Ja, mm. Zal er niet in gezeten hebben. Uh, maar ik ben wel uiteindelijk content dat ik voor de koerscarrière ben gegaan. Wat ik ook al lang wist, zelfs dat ik atletiek deed, wist ik van ja, binnen een paar jaar ga ik beginnen koersen. Mm. Maar ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb. Want ook veel uitgeleerd, eigenlijk ook. Gewoon qua trainingen en zo. En was dat, mijn, dat was eigenlijk mijn basis. Gewoon. Ja, want, want ik herinner me ook echt wel foto's. Ik, een foto van u in de cyclosprint, echt als een heel klein manneke, toch al aan het koersen. Wanneer ze dan daarmee begonnen? Of? Um, maar ik wist eigenlijk altijd al de ik op mijn 15 ging binnenkoersen. Uh, maar daarvoor mocht ik niet in competitie komen. Uh, en daarvoor was dat gewoon spelen met een mountainbike. Uh, die dingen, maar echt zo. Uh, en dan ben ik wel op mijn 13 jaar. zo de eerste keer kampjes meegedaan met de Vlaamse wielderschool. Ah, ik heb het en ook nog denk, gedaan in Nederland. Als je aspirant waart, ik weet niet of dat nu nog is, maar moest je om je vergunning te halen ja, moest je zo, moest je een kamp volgende... mee volgen? En ik deed dat gewoon mee voor mijn, voor mijn plezier. En dan, uh, dus dat was dan kerstvakantie op kamp, met Pasen op kamp. Uh, dan, denk uh, de vrijdagavond in de zomer waren dat trainingen, Hadden wij de ronde van de Vlaamse Wielerschool. Dat wij eigenlijk gewoon ja, met de fiets van gewoon Parijs door Beggingen verkenden en ronden van Vlaanderen. En dat deed ik allemaal wel mee. Op zo'n fiets van pff, twintig jaar oud. Uh, maar gewoon echt zuiver plezier. En dan, eens dat ik 15 jaar was, wist ik, oké, okay, nu mag ik koers. En dan uh, heb ik me vol opgesmeten. Waar je direct goed? Uh, nee. Um, allee, goed, gewoon. Ik kreeg mijn koersen uit als eerstejaarsnieuwing. Uh, maar niet ja. ik snapte ik snap het ook nog niet goed. En, maar eigenlijk was ik als eerstejaars, ik kreeg gewoon mijn wedstrijden uit. Ja. En dan als tweedejaars heb ik dat wel begon ik dat wel tot bij de beteren te horen. Ik was nog niet. Nationaal absoluut een top, nog niet, maar ik werd wel zo provinciaal kampioen en uiteindelijk zo was vijfde in de beker van België zo maar eigenlijk als de toppers gingen kwam ik wel nog net iets te kort. Ik zat zo soms nationale selectie, maar niet in die top toplaag, kwam, ik nog, kwam ik nog wat te kort. Ja, oh. en bij de junioren je meer op de piste gaan rijden, en... um, ja, gewoon de piste lag mij wel um, en ook gewoon ook al met school. En ik was eigenlijk een ganzer door aan het koers, dus ik deed uh, uh, weg en piste, maar dat mijn eerste jaar juniorseizoen veel blessures had. Ik denk maar een dertigtal koersen gereden, maar wel, nou wel, ik wel echt wel, allee, deed ik denk wel goed mee, hè? ook op de wegkoersen. Uh, en dan tweede jaar junior, ja, was ik ook wel internationaal bij de junior, ook wel bij de, bij de betere. Hè? Dan was ik ook, denk tweede Belg op de C-ranking en zo. Dus deed ik echt wel goed mee. Uh, maar ik kreeg ook gewoon heel veel op de piste. En dat bleef zo, uh, ik deed heel weinig koers aan, maar ik was wel een ganz jaar bezig op, elk, ja, op elke ondergrond, bij wijze van spreken. Ja. ja. En dan eerste jaar belofte? Ja, bij het grote ook rechter team. <laughs> uh, uh, ja, ook de, de eerste keer dat we elkaar leerden kennen, denk ja, ik. Ja. Um, meteen ook het hoogtepunt in mijn, in mijn carrière. <laughs> ben <denk benieuwd>. Ik <laughs> ben benieuwd. <laughs> ja, nee, dat is zo vooral. En dat kan zijn dat dat door de jaren heen ook. Aangedikt is in uw eigen hoofd of? Ja. <laughs> um, maar dus ja, vorige keer al het Bobby over, over hoe een voor u uit zat en dat was dus eerste dag kaarten op tafel krachtverhouding. Uh, ja, ik kwam altijd goed uit de winter, dus ik reed iedereen eraf, af. berg en uh, Sander Cordel, die toen ook juist uh, in de ploeg zat, die zei: oh ja, oh wel, we gaan dat de laatste dag nog eens doen en we zullen iets zien. In Benicassim was dat. Hè? Ja, in Benicassim. En we zullen nu zien of je dan nog altijd met eraf rijdt. Ah ja, ja. Heel de week eigenlijk de spanning opgebouwd. En, uh... Hadden we toen ook geen bolkenstreuk? <laughs> nee, dat is dat schendt. Het jaar nadien is dat ah, ingevoerd. Okay. Ah. Dat, dat, was, dat is nog wel erg geworden. Want dat jaar. Ja, jij werd eerstjaars belofte. Um, ja, ik weet. Ja, ze zeiden vooral. Ja, dat is, dat is een PC. Dan een PC op kon rijden. Dat was toen nog alleen. Eh? Uh, dat was toen nog ondenkbaar, pisteer, was sprinten, Vraag, of... Ik had nog niet gefietst die winter. Nee, alweer oh, <laughs> oh, Nee, ik had... Ik ga even duiden. Um, ik zat dat jaar ook in de selectie voor naar de Spelen te gaan. maar ik moest nog kwalificeren. Maar ook mijn eerste jaar aan de universiteit. Um, en ik had gewoon, ja... Ik kwam terug van die selectiewedstrijden half december. Ik moest beginnen met een blok, maar ik had geen les gezien. Dus echt gewoon niet, niet kunnen fietsen tot... Dat de stage begon, alleen maar gelopen. Dus ik was doodsbenauwd, want ik had gewoon echt fiets <laughs> fietskilometers in begin februari zeker, of met Crocus De week ja. voor het seizoen. Twee ja. weken voor dat seizoen, nee, nee, klopt. Maar ik weet dat ik wel... Maar ik ben wel benieuwd, ik weet niet hoe... Ik zit ook ergens met een battle in mijn hoofd. Oh wel, <laughs> Dus, ja, de, de week evolueert dan training, wat zo uh, ja... De 200 kilometer training. De, ja, 200, en dan gingen we toch nog een lusje bij doen, dat we ja. het nog wat meer hadden. <laughs> dus ja laatste dag eh, iedereen wist eh, het gaat zeppen tegen Sander eh, de herkansing en dus wij gaan en, en ik, ik weet nog hij zei ineens van oh ja, ik ga mee ik zeg oh mooi, dat, dat is wel dat is wel dapper dus uh, wij met drie uh, ploegleidersauto vol <laughs> met mensen dat we zien <laughs> <laughs> en dat die een berg en dan ja de de de, de drie strijden eigenlijk hè eh. Waar oh, het oh, eigenlijk heel lang duurde. Dat ik, ja, ik jij moest lossen. Ja, ja, ik, 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 ik zie alleen nog een fragment dat Sander er weg was en dat ik gewoon op tempo er terug naartoe kwam. Maar dan ja er ja, jij gewonnen gewonnen ja oké oké okay, okay, ah, ja. Voilà, het raarste hoogtepunt van mijn okay, okay. ik weet vooral we hebben dan beneden zo'n foto genomen aan zo'n een van de zo. ofzo waar ik in het midden sta <lacht> Ik had een traan van nieuw Zeeland oké okay, ah, ja ja g... ja ik denk van een of andere piste meeting dat je ja maar ja raar dat ik dat gedraaid heb oké okay. ja gewisseld ja, ja, op 2k een scho wel een schoon truiken hè ja ja, en dan uh, ja, de Sander daarnaast. Uh, maar ik, het, 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 wat ik dan vooral herinner was, jij was een van de weinigen dat toen met een SRM vermogen mee te reed. En uh, jij stuurde nu gegevens door. En uh, ik weet niet of het nu een onkel was dat, dat belde, en zei van mij, dat is echt wel zot. je zei: Ja, maar er zijn er nog twee voor. En ik dacht mij Ze zijn gelanceerd. Het <laughs> is echt goed. Ik zit echt, echt goed. Ja, meteen op het hoogtepunt van. Van bij jaren. Ah ja, okay. ah ja, het, komt, het komt allemaal wel terug. Kijk, ik weet nog, die clash weet ik nog maar ik, wist zelfs, ik wist zelfs niet wat jaar dat was. Maar dat, uh, en dan, ja, inderdaad, het jaar nadien hadden we een bollekestrui. Ja. En was het elke berg weg te plezant, hè? Ja. Wel plezant. Zo, uh, dat zijn toch de plezantste stages. Hè? Ja, ik vind dat wel, maar het ja. schijnt dat dat tegenwoordig wel wat anders is. Nu niet meer, Denk, uh, Ja, Nu is het zodanig afgemeten. Uh, misschien ook wel, ja, als je echt wilt presteren, zal het wel zo nodig zijn. Maar nou, zeker bij de jeugd zijn dat toch, allee, of bij elite zonder contracten of belofte. Dat is dan wel een keer plezant als je het zo kunt doen. Ik denk zelfs uh, het jaar, ik was al vertrokken, maar ik weet niet, misschien dat jij er nog zat, dat er dan bij Werchter, want we zaten in hetzelfde hotel, dat, uh, dat er dan een wedstrijd was om de twee slechtste klimmers om het eerst boven te krijgen op een berg. Ja, ja, ja dat is ook inderdaad zo, is geweest. <laughs> ja. Ja. Dat is zo van die, allee, dat is wel plezant. Als je dat als groep kunt doen, dan uh, en ja, dat is ook fietsen, hè. Bedoel... Ja, 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 zeker, zeker. Uh, maar goed, ja. ja. Allee, bij Quickstep was dat dan niet met een trui op, op training of. Uh... Ja, bij Quickstep wordt er ook altijd gekoest, hè? Of uh, maar ja. is het standaard dat, uh, maar altijd. Regio Calpe. Eerst gaat daar de Shit Valley. Ik weet niet hoe gekend dat is. Um, niet zo gekend. In ieder geval gaat er zo'n bald stuk en dat is we altijd 1-2% naar beneden, maar ijskoud, omdat het echt achter een berg ligt, volledig in de schaduw, veel wind. En er is altijd koers naar beneden om er gewoon zo rap mogelijk vanaf te zijn. En dan heb je altijd na het hotel ook een afdaling. Um, gewoon als je van Benissa naar naar Kalpereit als kilometer of zeven denk ik, zes vakken breed en gewoon. En dan komt en op het einde is dat rond punt en dan 400 meter zo 3, 4 vier procent omhoog. En iedereen weet gewoon dat stuk van de training is het koers en we gingen er gewoon als, als halve zot naar beneden en dan gewoon sprint, sprint totaal. Aankomst aan de boten zo'n grote botenfabriek waar dat er groot bord staat en daar is naar IV en dat was, dat bleef standaard in de ploeg. Dat is al halve We hebben nooit. Uh, dus ja, andere ploegen zou dat nooit niet doen. Maar er waren eigenlijk risico's. Allee, dat was echt. Want dat was gewoon verkeer. Hè. En keer kwamen wij in een bende. En wij haalden een groep toeristen in. En dan een groep vrouwen. En voor ons was een En we steken niet allemaal voorbij. Maar gewoon dwars erdoor. Langs links passeren. Langs rechts passeren. En. er uh, doe je een van Movistar mee met ons. Al verder. <laughs> Echt? Dus die hebben gewoon mee te koers. En dan uh, al die andere mannen van Movistar, als we dat stopten, dan lichten, van ja, uh, no klaas, uh, what are you doing? Maar gewoon de, de grote chef, want wel plezant. En, en die hebben gewoon mee, mee te sprinten naar, uh, naar de boot. Dat zag ik dan, Alejandro. Oh. Ja. Grote meneer toch, alleen gewoon. Ja, ja, gewoon, die is een ja. ja. van de beste coureurs die er ooit, ooit geweest zijn, van de laatste oh, 20, 30 jaar. Zo. Dat is wel, wel leuk als die mannen zo... En dan zie je ook dat die de passie hebben. Hè. Mm. Want het is maar zo, als je dat vuur hebt om mee te koersen, um, ook omgekeerd, de laatste nacht van stage zijn het ook koersjes. Gewoon 3-4 kilometer, maar wel met een tactisch plan. Ik bedoel bijvoorbeeld, ze hadden een haast vertrekken. Die kreeg 10 seconden voorsprong en mijn groepjes van vijf erachter. En dan uh, kilometer die plat, de klim en 500 meter later aankomst. En er wordt echt op leven en dood gekoerst. En je zie je ook vaak de man die daar geen goesting hebben om te koersen. Ja, vaak zijn die ook niet goed in het seizoen, omdat ze het vuur van, uh, ja. van afzien kwijt zijn. En dat is zo wel. En zo, ja, zoals je ziet, de echte liefhebbers in de koers smijt zich er volledig. En dat is wel, uh, altijd een goede graadmeter. Ja, ja aan het vuur ontbakt mij wel zo niet, maar. Maar ik zou denken dat dat voor veel ook nog wel zo'n eergevoel is, koersen op training en zo toch niet, je wil toch nooit de slechtste zijn hey, van de hey, groep? Nee, hey, het is dat, het is dat. Maar gewoon, en zeker in, in zo'n bende, als je er niet eens, dood nerveus, zeg je zit er dan in een groep, ja, dat is aan mij met Stiebar en Philippe en Remco. En, en je moet er plots. Zo, je zet aan Haas. En je moet dat zo. Oh, ja. Ten tijd het van je leven. Je, dus daar je wilt mee doen. Je, je doet automatisch mee. En als die mannen zich geven, ja, dan geven die eigenlijk nog meer. En dat is wel. En dan heb je weer verhaal achteraf. En dat creëert weer sfeer in de groep. En dat is zo wat... Hoe wordt een Haas gekozen? Je lijkt me de meest ondankbare rol om te hebben. Een lottrekking. En iedereen is een keer Haas. En het, zijn, het is dan ook met reeksen. En dan, Iedereen die een koers wint, rijdt dan de finale en de rest rijdt ja, dan de okay. B-finale dus, dus, uh, en weer een ganse klassement en als En ze dat is dan, ja, dat zal dan niet volgens de regels van de trainingskunst zijn, maar het gaat je niet slechter maken, hè, dat je dat niet elke dag doet. Ja, het is gewoon een goede. ja, ook tactisch. Hoe gaat we om? Hoe gaat we mee op mijn hmm. wedstrijd? Want dat zijn altijd kleine wedstrijd hè. En dan uh, heel plezant. Ja, ja, bij ons dat het ene jaar was het dus wel elke ja, ja. dag in bergdraai. Want ik heb er inderdaad ook nog foto's van gevonden. Ja, Tuur me eens alstublieft door, want. Ah, wel de Bart Bruin, die in dat bergdraai op een bepaald moment. En je ziet mij echt zo ja. vol een bak geven. Uh, ja, poging doen om hem om, uh, om te lossen. Ja, ja. Voilà, ja. Mooi. En, ja, jij kwam bij ons in de ploeg en. Ja, we dachten allemaal dat ja, hij een sprinter was. Donkel is, stom stils. Okay. Uh, Maar jij werd vooral tijdrijder toen, herinner ik mij. Ja. Dat jij je daar wel op toelegde. En uh, ja, ook nog zo wat aan, aan het zoeken, van waar, waar, waar ben ik goed in, denk ik. Ja, ik smeet me zo in alles, hè. Um, tijdrijden ging inderdaad goed. Ik, uh, maar voor de rest ik kreeg ik gewoon... Ik gewoon graag, ja. En ook zeker bij de jeugd moet alles, moet alles wat kunnen, hè. Um, Ik wist zelf ook wel dat ik niet de ras, rasprinter was. Daarvoor koest ik ook gewoon te graag. Um, maar ik denk ik van alles en zeker bij werchter was dat plezant. Tja, toen zat ik echt nog in mijn hoofd van, uh, ja, hopelijk naar de spelen te gaan. Uh, dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar ja, ik was toen ja, toen lag ik er eigenlijk niet wakker van, want toen dacht ik van ja, het is ook een ronde van Vlaams-Brabant. Ik, <laughs> ik wil goed zijn in de ronde van Vlaams-Brabant, dus ik lag er toen eigenlijk echt niet. Ik dacht dan oh ja, wel naar Londen, dat, dat komt wel goed. Maar, dan, maar ik was inderdaad ik denk van alles. En... Was in je ploegachtervolging dat gedeelde, uh, ja. de pissen? Ja. ja, ja. Dat was met uh, Dufranje en. Ja? Met... Yeah. Nee? Die is de generatie erna. Bij mij was dat nog, met uh, Cornu. Oh ja. Oh ja. Kenny de Ketelen. Um, Ingmar de Poorteren. Uh, Steve Schets. Steve Schets. Ja. En de Nicky zat er stond ook tussen. Hè. Oh ja. Maar dus, uh, voor mij was dat, ja. Ik was, keizer zat er ook bij. Maar ja, bij mij was dat begonnen, het jaar, al twee jaar ervoor, als ik het eerste jaar junior was. Ik ik mee tussen al die man, maar voor mij was dat ja, dat is een andere wereld. Hè. Ik had 17 jaar, ik zat daar tegen Weggens te koersen op de piste. dat dacht denkt van ja, ik kom morgen weer naar school. ja, <laughs> dus, ja plezant. Uh, Stijn, we hebben ook een verleden samen, maar je gaat je dat niet herinneren, denk ik. Zijn een keer. Uh, waar heb je in de kleuterschool gezeten? Mo. is echt waar? Ja? Ja, hier in Leuven, in de ja, Bosco Everlee. Hebben ja. ja, we samen in de klas gezeten? Niet in de klas, maar we zaten samen in een opvang. Maar. En ik herinner me dat omdat op een bepaald moment. En uw onkel, die was toen al prof, ik denk zelfs Belgisch kampioen dat hem dat jaar was. En gaf een krantartikel mee met een grote foto waar jij bij stond op de foto. Oké, ah, oké. Okay. En het is, dat, is, dat is de enige reden dat ik me daar herinner. Omdat ja, dat, dat is me altijd bijgebleven. Zo. Ja, ik ben tot ja. denk ik 97 naar het school geweest in de Moskou. Oké. dat is raar. Ik ken eigenlijk nog veel namen van toen ken ik nog wel. Maar zaten, ik zat een jaar hoger al u, maar ah, okay. we zaten altijd samen in de opvang. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En ik weet dat wij zo met die kaarten speelden, zo met de, de motels en de vliegtuigen en dan zo. Ja, ja, ja. uh... Ik weet vooral dat we, als we, we dat was eigenlijk wel een heel strenge school, hè? Ja, ja, dat was bij de nonnen. Hè, ja, en dan moesten ze, wat ik me vooral herinner was dat je na school verplicht in de studie moest. Mm. En, dan kreeg, ja. dag, dat dat school, en als je dan flink hard kregen ze een bitprentje. Dat was nog dat type school. En als je gewoon weer was, mocht je gaan op woensdag namiddag gaan shotten met de nonnen van achter op het grasveld. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Heb ik u dan geklopt? Ik, dat is, ik weet niet zoveel, maar ik weet nog. Een van mijn hoogtepunten met mijn leven is dat wij toen met het eerste leerjaar. Het tweede leerjaar geklapt hebben in de voetbal. Oh, dat weet ik niet. Dat... En dat zo, in mijn gedachten was dat tribune vol. <laughs> die stond te kijken. Maar... Dus, uh, bij, bij mij het hoogtepunt, ik heb daar ooit scholenveldloop gewonnen. En ik was eigenlijk de tweede snelste, maar de snelste die was gevallen in de start. Ah, ja. En ik, wond, ja, ik, ik won de plek, veldloop. Ah, ja, ja, ah, um... Oké, okay. hey, tof. Maar en, hoe komt dat jij bent weggetrokken uit het Ik veronderstel je ouders, maar. Ja, mijn moeder werkte op, uh, op Gastelsberg ja? en ik ging gewoon s altijd mee. En dan was dat toch wel een beetje. Uh, ja. Al lang in de auto. Ja, dat was. Oh ja. Het leven werd toch wel wat gemakkelijker als ik bij ons in het dorp, uh, mm. naar het school ging. En dan ook plots hoe makkelijk dat school kon zijn. <laughs> <laughs> Want dat was echt wel, ja. Als klein manneke moest we er wel werken om. Als ik mijn punten er zag, ik had er echt geen goede punten. En dan ging ik in, in een hultje naar het school en tf, uh, ik had. Ja, altijd 5, 96, terwijl ik daar in school daar had. Oh, ik moest van moeite doen om, om erdoor te geraken. <laughs> dus, uh, dus uh, oké, okay, tof. Want ik denk nog veel. Uh, hey. Kijk, als ik naar hier ben met ja. Nouden, dacht ik, die baan heb ik hier toch vroeger veel gedaan. Ja. En dan de zomer. Ik weet niet of we zomerkampen. Ja, dat is uh, juist. Maar ik wist niet dat je zo lang daar gezeten had. Ik dacht dat je na de kleuterklas werd vertrokken. Maar je hebt er dus langer okay, gezeten. Tot een de derde, derde leer heb ik nog een stuk gedaan. Ja. Dan uh, bij juffrouw Katrien. Nee, nee. Dat weet ik zelfs niet meer. Oké, mooi, zeg, de wereld is klein. Ja. Absoluut. ja, terug naar de koers hebben. Ja, ja, ja. Uh, ja, maar belofte. Ik ga even terugkomen naar die ja? school. Ja, we, ik ken zelfs nog jaren later. Van, als je, ken nog je nog juffrouw vrouw Alida? Ja, da, da, dat was die, de sportman. De, 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 de sportnom. <tomst> ja, maar ja. 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 dat ja. was hij, als je braaf werd, mocht je op woensdag namiddag daarmee gaan schotten met Alida. En ja. die ging mee naar de woensdagnamiddag. De, ja, wat dan nu SVS is, denk ik, uh, ja. de nationale sporten, dat, dat begeleiden zij. Uh, die, heeft me, die heeft me nog een jaar later nog een briefje geschreven. Ah, echt? Dan we, ja. Dat ze vier was op u, of wat stond er dan in? Gewoon ook ergens dat ik ergens in de krant stond maar ook weer naast Tom op een foto. je ja. vrouw Alida en je vrouw. Uh, tante, tante Alida was ja. Tante Alida en tante. Ja. De iets corpulentere het niet? Die ken ik je Katelijn, nee. <laughs> je, je, je kent allemaal. Ja. Maar, maar ik vind dat wel echt zo dat je die allemaal kent, want ik herinner, ay, kon niet meer op die in de naam komen. Aja, kekeke, maar. Vooral de sportnon. Ja, ja het, maar dat was echt. Het sporty uh, Spice, dat, dat, dat herinner ik me dan vooral van voor mijn jeugd. De sportnon, ja. ja. Oké. Okay. Voilà. Maar, maar bol is... terug naar de koers. <laughs> voilà. Voilà. Uh, ja, nee, dan is het. Ja, van, ik denk dat je na twee jaar zou weggaan, maar ook weer echter. Ja. Um, ja, dan is het een beetje proberen prof te worden. Ja, dat was ook een weer. Dan heb ik even wel gesukkeld, eigenlijk. Uh, ik ging daarna, er ging een project opgestart worden van een bond waar de grootste, zo gezegd, de grootste talenten bij de jeugd naartoe gingen gaan. Um, en er werd eerst heel groot aangekondigd, Dus ik had dan daar getekend. Q-in werd dat. Q-in inderdaad. ja. Oh, ja maar uiteindelijk trok er bijna niemand naartoe. En zat ik, er, <laughs> <laughs> zat, ik, zat ik er alleen. En trok de bond zich er ook redelijk snel tussenuit. Um, maar dat was wel Toen ook nog niet. Ik kon na, na dat jaar wel prof worden, maar ik zat nog altijd te combineren met school en zo. Ja. En ik dacht ook van ik ga wachten. Ik had het laatste jaar als belofte ook hier. Goh, ik was zo hard rijden. Omdat ik was dat jaar in het begin eigenlijk een paar maanden oud geweest met een blessure. En eens ik in competitie, was ik echt overal top 10, maar echt ook in topkoers. En zo. ik dacht van oké, okay, ja, ik ben vertrokken. Volgend jaar hetzelfde seizoen. En dan gaan er nog grotere ploegen komen. En allee, ja, dan heb ik ook mijn diploma ben ik op mijn gemak. Dat was eigenlijk zo mijn, uh, mijn plan. Maar het is een beetje. <laughs> het is wat moeizamer gegaan? Of je zegt... ja, 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 ik ben volledig overtreind geraakt. Het uh, school was extreem zwaar. Uh, ik was dan gestopt. Het is Q in, na jaar. Die wou met Q en mij ook provoceren, maar dat was echt ja, belachelijk. Het was voor kermiscoursen te rijden. Ja, uh, Kevin Hulsmans is daar nog prof voor, denk ik dan. Ja, allee, ja. Uh, en dan ging ik weer bij een nieuw project tekenen, aan het 2000 ging stoppen. Ja. Daar was ik eigenlijk graag naartoe geweest. Uh, maar dat was dan zo een, een luchtkasteel eigenlijk gebouwd, daar ging een ploeg zijn, ongelooflijk. Van ja, uit en ik was zo nog altijd aan het twijfelen en elke week dat ik niet tekende zonder dat ik iets vroeg ze ze jammer gekregen had er nog bij en nou dat was maar uiteindelijk was dat gewoon een luchtkasteel oh, um, dat is toch echt typisch aan de koers typisch he? typisch koers dat, dat allemaal kan en nu die verhalen, die blijven zo elk jaar ze elk jaar opnieuw lukt dat um, en uiteindelijk bij Jong Vlaanderen bijna moeten tekenen ja. waren we eigenlijk gedwongen om ja zei wel de ploeg gaat niet door, maar getekend nu bij Jong Vlaanderen. Okay, okay, dan. Dat is niet topsport Vlaanderen, nee, nee, voor duidelijkheid. -Vlaanderen, ja. Dat is een ploeg. Uh, maar dan had ik gewoon een extreem zwaar jaar op school. Uh, ook mij volledig overtraind, want ik ging het echt, ging het echt doen. Uh, en gewoon ja, een half jaar alleen maar geprutst. Niet heel slecht jaar gehad. Wel een paar uitschieters, waar ze nu nog direct zouden zeggen van ja, we maken er een prof van. Maar algemeen was dat geen goed jaar. En dan is het uiteindelijk bij ben ik Daar ook vertrokken want ik voelde mij er gewoon niet, niet in orde, en dan wel op mijn plooi beland bij EFC. En daar dan wel een heel goed jaar gehad, en zo is mijn carrière eh, gelanceerd. Ja, uh, proforen bij landbouwkrediet, ja. wat niet de meest chique profploeg was op die moment. Ook weer al, goh, we, we maken niet direct alle. Uh, um, al een mailspunt gaat open. Ja, ja, Ik had al heel snel een mondeling akkoord bij Vlaanderen. Ja. Um, en voor mij, ja, okay, ja. ze zeiden van ja, je kunt dat nu nog niet tekenen, maar dat was echt al. Uh, ah ja, dat mag maar in oktober. Dat mag maar in oktober. Dat was de week na het WK, mogen we maar tekenen. Ik zei, maar okay, ja, oké, dat is goed als ja, ze zeggen dat het in orde is, is het goed, niet meer naar de keek had er ook wel andere ploegen gevraagd van, dat was toen van Kanselein, ze wilden stagiair worden bij ons en zo, en die werd dan ook prof daar, maar ik zei gewoon nu of gewoon niet stagiair worden bij een ploeg ik naar Vlaanderen kan. En dan uh, ja, die week van dat WK komt en ja, ik bel en en ja, ja het is goed hè, donderdag na het WK moet jij komen tekenen en dan ja, dat WK is gedaan en ik hoor niks niet meer en uh, ik bel en ondertussen ik bleef ook mijn koers winnen hè. dus ik allee, dat was allemaal en dat was zo plots zo die een donderdag zelfs van ja, um, ja we gaan toch Cornu nu nog een extra kans geven en uh, ja je kunt niet, je kunt niet tekenen dus van, ah ja oké okay, ja en nu ja dan is het, ah, is mijn carrière <laughs> want ik ging dan ook stoppen ja, ik ging niet blijven Ik was daar verder studeren en dan gelukkig ja de van ja komt dan maar bij mij rijden. Je hebt tien koersen gewonnen, is dus goed. Ja, kijk daar, kijk daar begon. Ja, want ik, ik weet nog, um, bij RE, bij rijden we ook met Colnago. En dat landbouwkrediet met minder afgemonteerde fietsen reed ja, ja, maar als, dat waar, als is... waar wij mee rijden. Dus ik weet nog dat de, de Swan, onze ploegleider, toen dus, zei: Ik ja, ga bij, na, bij landbouwkrediet ga rijden, je gaat eigenlijk een stapje <laughs> achteruit. Ja, ja, maar dat, goed zeggen. Alleen over landbouwcritiek denk ik dat wij uren kunnen vertellen. Dat was gewoon. Ja. Doe maar. Als ik je al gewoon vertel, onze eerste stage. Dus we hadden ook geen stuurskoers of zo. Dat was gewoon. Dus hey, we hadden dan onze eerste stage in Italië. En dat was een A-ploeg en een B-ploeg. En ik, ik werd in de B-ploeg gezet. En bij ons, iedereen, iedereen van ons moest op dieet. Dus er werd gewoon gezegd: oké, okay, jullie krijgen geen desserts, jullie krijgen dat niet. <laughs> hè. En de A-ploeg, die zat gewoon een tafel verder, die kreeg dat wel gewoon. <laughs> als ze ze wilden, maar dat niks meer. Ja, ik ben met mijn carrière ik kijk nooit boven de 6% vet gehad. Ik stond altijd gewoon op competitiegewicht. Maar gaat dan ook mannetjes die al niet profwaardig waren. Je had dat bij Lam ook niet. Hij is ingekocht. Die hun eigen contract betaalde, ja. ja. En die aten dan ook niet meer, maar die, die zouden gewoon Die zagen grijs op het, einde, <laughs> <laughs> op het einde van die staren. Ja. En dan kwam de deze koers wel. Bij Chance bij Lamborghini. Mijn eerste koers was bijvoorbeeld Strada Bianchi. Oh. Ken je mij dan nog? Daar daar ervoor hadden we ook nog een koers in Italië, maar dat, met, met, dat ging dan ook wel bij Lamborghini. Maar we stonden wel aan de start met verschrikkelijk materiaal. gedenkt van, wat is dat? Maar dat was dan wel. Als ik, ik daar niet gereden had, ja. Nu kan ik dat wel zeggen want ik ben daar ooit ooit begonnen. Maar dat was om duur wel. Ja, ik kocht mijn eigen wielen, mijn eigen bevoorrading. Ik deed alles. Ja, ik zorgde gewoon alles zelf. Hè. Uh, want als je van op de ploeg moest rekenen, ja, dan ging het, niet, ging het niet lukken. Maar eh, hoe is dat dan? Want je hebt, je, je hebt er dan zo niet een droom om prof te worden. En je, hebt er, je hebt er wel wat voor moeten knokken om er te geraken. Je zet je dan prof en je hebt daar zo een beeld van. En dan zit je, je ja, ja, daar. Voor nog... mij was dat wel. Ik had wel het voordeel, omdat ik direct. Ik was echt wel goed begonnen. Uh, en daarmee kon ik zelf wel een programma kiezen bij lambo -Kried. En als je in het A-programma zat viel dan nog wel. En je Krijgel, bent ook dus, niet anders he. gewend. Je bent ook niet. Ik kan me nog altijd niet voorstellen, bijvoorbeeld, naar Maxine van Tommen. Die kwam van Katjuscha ja. bij Lambo Waar je, we hadden een camper, maar je mocht er een douche niet gebruiken, je mocht die wc niet gebruiken. Je mocht niet. Dus dat was gewoon echt. Ja, <laughs> voor de schijn. <laughs> voor de schijn. <laughs> maar als je gewend bent van toploeg te rijden, moet dat een geweldige shock geweest zijn. Maar voor mij was dat: oké, okay, oh. ik ben content dat ik hier die koers kan rijden. En het gaat me goed af. En eigenlijk kan ik doen wat ik wil. En dan is dat nou ook wel elke stap dat je erna zet. Je weet ook wel van, oké, okay, ja, ik kom wel van, van dat gedoe. Ja, 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 ja. je klimt ook nou echt wel omhoog. Ja, ja. ja dat is, uh, nou, want dan, uh, ja, Dominique Cornu zijn kans verkeken waarschijnlijk bij het Vlaanderen. Was er wel plek voor u het jaar nou, nadien? Even bij Lan, reden Frans Klaas er toen ook niet dat jaar? Ja, ja, ja Zeker, ja. 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 Dat was een ploeg, maar dat was zo. Ja, er zaten fenomenen bij, me en Dat was. Kevin Peters ook, denk ik. Kevin Peters, maar bijvoorbeeld ook een. Juri Buuken. Die ja. Pieter van Erk. Pieter van Herk, ja. Ik lag met de Pieter van Erk op de kamer, dat was geen die al die eerste stage. Die jongen ook, ja. ja niet goed genoeg. Allee, ik bedoel, dat kan hij, maar die deed dat ook echt niet graag. Dus, <laughs> die die, 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 die koers echt niet graag. En die elke dag. Dat was ook zo, die stage ook. Dat was. We hadden geen trainer of zo, hè. dat was gewoon, ja, we gaan fietsen. En het was dan de ploegleider. Um, Saligari, die kende onze naam zelfs nog niet, die wist, maar dat was gewoon ooit, ooit namstel gewonnen, en Via Colnago was de ploegleider, en ja, die was er alleen wat voor ons wat we eigenlijk proberen belachelijk te maken, maar die reed dus ook de Pieter van Erk, die moest wel lossen van... De ploegleider. Van de ploegleider. Nee. Dus de Pieter was er gewoon, elke dag kwam hij die, die kamer binnen, ging wel zo slapen met zijn elm, nogal van... Oh. <laughs> ja, dat wordt nu ook redelijk rap kwijt. Dus. <laughs> maar zo, de meed, dat was echt zo... Een, ja, tussen de renners zelf kreeg wel een band. Omdat dat was eigenlijk zo triestig dat het wel plezant is om dier. Ja, was het ook met Bert de Walen? Nee, die was al vertrokken. Amorisson? Amorisson. Uh, Baptiste Plankaart, Sven Nijs, Sven van Toernoot. We onze A-ploeg was wel, als we ze allemaal opstelden, Del Vos, ook elk jaar zijn koersen. Ja. Kroopis, dat was wel... Nee, ja. nee, Kroopis was er niet, dat was later. dus later. Maar we hadden wel. Allez, ja, we dan nu, steek nu die ploeg nu in het peloton en je ja, je geen koers uit. Maar toen was dat eigenlijk nog, als je zelf je best deed. Je kwam er wel. Kwam er wel. Dus, uh, maar, dan, uh, maar dan plots kregen wij gewoon, uh, ook weer al 30 september of zo, een mail van Gerard. Volgend jaar is er geen ploeg, geen verdere vragen. Groeten Gerard. Oké, okay, ja, oh, shit. <lacht> <lacht> maar, had jij, had jij een manager? Of, hoe? Nee, nee, nee. Ja, dat is ook, ja. Ik had een tweejarig contract, hè. Dus dat, ah ja, oké. Okay. En was ook, daarvoor was er niks van gezegd, hè. Dus dat was gewoon, en ik ging er altijd vanuit, ah oh ja, ik heb een tweejarig contract, dus moest die ploeg stoppen, ja. dan kan ik wel gratis bij een andere ploeg terecht. Maar dan uh, kwam het uit dat dat bij nieuwe contracten niet zo was. Ah, ja. Uh, en dan kwam gewoon tijdens een koers uh, Walter Plankard naast mij rijden met noten en zei, ja, er is al een ploeg voor mij. Uh, er is al een ploeg. <laughs> Ik zeg ja, nee. Ja, ik, zeg, ik weet nog maar twee dagen dat ik naar de ploeg stapte. Ik stond in BCC in die mail. Ze en hij zei: ah, ja, ik ga voor een oplossing zorgen. Oké, okay, ja, en dan een paar dagen later kon ik bij Vlaanderen tekenen. Ja. En dan zat ik er wel weer. Ja. Vlaanderen toen, je mocht mij verbeteren, hè, was wel groter dan dat dat nu is. Toen, ja. hadden, toen hadden echt nog, allee, Wij in die klassiekers deden, deden ze nog mee. Wij wonnen -tour, hè ja volop mm. we hebben twee jaar op rij toen een Europe tour gewonnen ja, als je dat nu doet rijden ronde van Frankrijk en rijden de Veld en Giro hè. ja en we wonnen denk ik vijf zesentwintig koersen op een jaar als wij niet top 5 waren in een koers waar wij quit niet ontgokt en nu is dat natuurlijk wel een pak pak veranderd hè. maar toen was dat echt dat was ook een eer echt een eer om door Vlaanderen te rijden ja. denk eh, klopt. ja klopt als je ziet wie dat daar vroeger allemaal gereden heeft elke grote belgische coureur onze kleur. generatie toen onze ploeg toen dat was dan Lampaard, Nassen, Walais, Teuns, Klerk, Ikke. Eh. Van Marke? Uh, nee. Ja, Van Marken zat dan het jaar ervoor bij mij. Ja. Um, Tom en Asbroek, Kenneth van Beelden zat er toen. Allee, mm. dat, was wel, dat was wel een ploeg, hè? Ja, ja die hebben ondertussen maar, al wel wat koersen gewonnen. Inderdaad. Het probleem nu is een beetje: al die goede junioren of die goede beloften die gaan naar development teams, van World Tour teams, en die missen Vlaanderen eigenlijk. Allee, ja, dat maar toen wat... was ook Vlaanderen wel. Vlaanderen was toen. Toen was het eigenlijk want die voor toen niveau geriet, mm. hè? Ja. ja, dat is. En gaat niks anders. Alpessine bestond niet. Kwikstep uh, nam bijna, of nam eigenlijk geen, geen belofte aan. moest het eerst twee, drie jaar inderdaad bij een ploeg als Vlaanderen gereden hebben. Ja, dus er schoot eigenlijk niet zoveel over. Hè? Mm. En bij Lotto was dat zelfs. Dat was ook eerst een paar jaar rijpen bij Vlaanderen en dan naar Lotto. Dus toen was Vlaanderen echt. Ja, mm. Topploeg, toploeg hè. Ja. En, en eigenlijk heel. Ja, ook weer. Superplezant qua, qua sfeer tussen de renners onderling. Ook nu nog altijd. Die, allee, iedereen dat bij Vlaanderen ligt, heeft ook wel hetzelfde... Ja, dat die verhalen komen... Dat was echt een kamp. Hè. Die stages waren ook gewoon... Dat, was, dat waren ook stages Hero-kamp. Die jaar was ook gewoon koersen. Hè. En als je niet mee koerste, was ploegleider kwaad van... Allee, koers keer. En... <laughs> De selectie werd gemaakt, uh, DS8 aan het hotel, DS8 die ds 8 het tot hotel waren, die is het nam op nieuwsbladeren. Zo moet dus... dat hè? <laughs> zo, allee, dan was, zo, 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 zo zat Vlaanderen in elkaar. Schitterend. Dus, uh, ja. Ook Neos die ze nog eens get, moesten getest worden door. Door de, de, de routiniezen. als ja, ze wel konden... Ja, zo, ik zeg, nu is het allemaal niet meer, maar we dat toen wel. Was ja. passand hè? Ja, ja inderdaad. Um, drie jaar of vier jaar bij Vlaanderen gereden dan? Vier jaar denk ik, ja. ja. Um, ja om het laatste jaar, ik werd er ook wel een soort van... Ja, mijn eerste jaar bij Vlaanderen was eigenlijk echt niet goed. Um, ik had er een, ook weer hetzelfde verhaal, ik heb, dat, ik heb er wel vaak mee gehad, dat ik gewoon weer mijn eigen volledig nek, nek af had getraind, um, omdat ik echt wou tonen van... ook weer al echt een heel goed eerste jaar had bij Landbouwkrediet en ik wou tonen van oké, okay, nou, nu ook de volgende stap zetten, keihard getraind. Uh, maar ik was nooit niet, ik voelde me nooit niet top en mijn benen sliepen altijd en krampen en het klopte niet. Uh, maar ik kon zowel wel in dat voorjaar kon ik nog wel zo in de pannen die dag van de pannen pakte ik ne, uh, alle, een nevenklassement. En ik zat regelmatig in de vlucht van klassiekers en op papier zouden gezegd hebben van oké okay, ja val wel mee. dus er lieten ze me ook niet. ze geloofden mij niet echt als ik zei, maar ik ben echt niet goed en mijn benen echt slapende benen, heel in krampen en, uh, en dat werd altijd maar erger en erger. Uh, wel nog een heel goed Belgse kampioenschap reden, wat ik er wel even door. Maar het was altijd als ik zo drie vier dagen op rij koerste, was het volledig gedaan. Uh, een duur volledig weggezakt, dat ik dacht van ik ga stop met koersen, want het was echt dramatisch. Omdat ik gewoon ik sliep tot vijf minuten voor de start, lag te slapen in een bus koers gedaan, ik viel weer in slaap en uh, uh, niet meer plezant. En ook uiteindelijk bleek dat gewoon een stom probleem aan mijn tanden te zijn. Echt? Gewoon, maar ooit gevallen, ontsenuwde een tand. Maar er zat een infectie op met dat ik dan ontsenuwd was, voelde ik dat niet. Maar dan maakte wel ze mijn lichaam kapot en zodanig, om ik weer blijven trainen en blijven koersen. En dan dacht ik van ja, ff, deze... Ik ga meer in dienst beginnen rijden, want dat vond ik wel plezant. Want ik zat gewoon zodanig in de put van, het ging niet en... En met daar eigenlijk wel als wat een vroege wegkapitein proberen te lanceren. En dat was wel plezant, maar de resultaten van de ploeg werden ook wel wat minder. Ik voelde ook wel dat dat in de ploeg wat, ja, wat conflicten begon te geven. Zo. Van ah ja, dat nog altijd uitslagen waren belangrijk en dat mag niet. We kon wel in lanceren richting de laatste klim. Ja, op het einde van het jaar. Het is dat. Zeker bij een ploeg als Sport Vlaanderen, denk ik. Ja, het is dat. Oh. Het is dat. Ik voelde daar. Er... Maar wat ze met een paar, want dat was toen met Bert van We Wij pakken die ploeg eigenlijk wel zo wat op sleeptouw. Thomas Sprengers was ook zo iemand. Ja. En dat marcheerde echt goed, maar dat werd ze niet Allee. Um, ja, dat werd ze niet meer echt precies. Um, ik heb dan zelf een keer een mail gestuurd naar huis. Ik zeg van: uh, kan ik niet bij jullie komen rijden? Ja, Verena Willems, zoals dat toen. Ja, omdat die waren toen, dat was dat jaar dat ik stuurde, waren die vriands sukkelen met die fietsen. Maar je zag wel dat er een idee achter die ploeg zat. Heb um, je vandaag al... nog een van die fietsen gezien? De Vlauwezenvelds. Ja. 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 Heb je daar zelf nog op gereden? Ik heb er zelf niet mee gereden. Um, ja, misschien best, want. Allee, <laughs> die, die verhalen waren. <laughs> die, allee, ik, ik kan er niet bij dat je nog zo'n slechte fietsen. Kon maar maken ik denk toen. misschien ook wel. Maar ik, zei, ik heb er niet mee gereden. Hè. Maar ik denk soms ook wel een beetje opgeblazen in het geval van. De Render zat er toen, minst van zagen en nog deftig reden, rijdt nu altijd wel, wel rond in het peloton. Toen was een de bond, toen je wel nog echt deftig. Merlier reed er re, wale, reed goed. En, en... Hoe werd toen gezegd dat hij een ander frame had, hè? Ja, ja uiteindelijk zijn er andere frames geweest. Hè. Maar dan nog, allee, het was zo duurst. Een van de discussies dat ik toen had, was al was in Ster van Bedzijde. Willems kwam ertoe met de verwachting, toen had hij een bijnaam De Black Train. Eh? Oh. En wij hadden die al omgenoemd tot de Black Tram, omdat ze zo. <laughs> <laughs> dat is een zutrager. He. Maar uh, ja, het jaar ervoor had hij op continentaal niveau alles kapot gereed, maar echt fenomenaal. Ja. Um, en dan kwam een message en dan kwam een renner naar mij, en die zei: Ja, oh, zie, oh, ik ben hier vandaag gelost en ik heb normalized 330, wat dat kan toch niet? Maar ik zei: Ja, ja okay. ik kijk, hier ook getrapt. Hè. Dat is het niveau van het verschil tussen continentaal en. Ja, tuurlijk. En dingen. Dus dat zat zo. Uh, ik denk dat die man ook wel gewoon wat onderschat hadden, wat, uh, dat hoe groot dat niveauverschil soms nog is. Uh, maar dan ben ik bij Willems gekomen en daar heb ik eigenlijk weer eigenlijk mijn, nieuwe, mijn nieuwe carrière gelanceerd. Ja, wel. ik herinner me dat. In je heb ik niet veel herinner. Oh, mensen waar je mee in de ploeg hebt gezeten, volgden toch altijd iets aandachtiger. Um, en ik weet inderdaad, als je bij, bij Verena Willems begon te koersen, was dat ook de eerste keer ja, voor Wout van Aert in dienst rijden echt. Ja. Um, dat je echt zo wat je rol had gevonden, had ik de indruk. Ja. Ik herinner me vooral zo de Ronde van Vlaanderen, de uh, afdaling van de nieuwe Quaremont naar de Quaremont toe. Um, ja, dat gaat ge, eh, ge dat gewoon schitterend deed. Uh, dat was voor mij... Eigenlijk blijft dat een van mijn mooiste dagen op de fiets. Omdat... Dus ik was eigenlijk om de, uur, de ja, Ik werd altijd aan Wout gekoppeld. Met die dag hadden we eigenlijk echt s'avonds nog met twee gangen die koers besproken, want Wout, je zag dat hij een fenomenaal talent was, maar, Nul ervaring in die koersen. En ik ook wel een beetje mijn grote mond. Ik ga dat doen met u. En, en, tussen dat punt en dat punt laat ik u gerust. Maar ik ga wel in die buurt blijven als er iets komt. En dan op dat punt kom ik terug bij u en ik pak u dan langs daarmee naar voren. En ik zet u daar als eerste af. En, en ik zou ook wel, ik dacht, ik ga hem wat vertrouwen geven. En dat ik dat, als ik dat zeg tegen hem, word ik ook gedwongen om dat te doen, want ik heb dat beloofd. Maar ook, dat kwam gewoon allemaal perfect uit in daar. Dus dat was echt gewoon. Allee. Dat was super, super goed gewoon. Um, en dan heb ik echt wel een nieuwe rol gevonden, dat ik dacht van, oké, okay, dit wil ik wel blijven doen. Dit kan ik goed en dit wil ik blijven doen. En zo is dat wel ja, geëvolueerd. Ja. Ja, dat, en ik denk ook op die moment, dat zo... Uh, het, 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 ja, het knechten is zo'n beetje een, een, een raar woord, maar... Um, daar, daar, daar zo serieus mee bezig zijn, dat werd toen ook nog niet zo heel vaak gedaan of zo. En wat jij nu zegt, zo echt dat... Die rol echt heel hard ter harte nemen en... Ja, maar ik vond dat... dat is ook iets denk ik dat in nu zit of dat niet nu zit, maar ik was er altijd mee... Allee... Nu is dat wel een keer wat makkelijker geworden, maar bij mij was dat standaard voordat dat VeloViewer zo ontstond, dat ik gewoon elk parcours dat er eigenlijk in België was, ging ik op voorhand verkennen en ik wist er alles van en ik zorgde dat eigenlijk... Ja... Ik zorgde gewoon dat ik de koers kende. Misschien ook nog meedraagt uit het verleden van genre landbouwgried en zo van ik moet het zelf allemaal weten nu dat ineens zit want ja, op de rest moet ik niet, no. niet vertrouwen en dan vond ik dat wel leuk dat ik dat nu kon doen richting want met Merlier moest ik dan hetzelfde doen ja no. dus ik deed dat echt super graag we waren twee jonge mannen die bijna geen ervaring hadden op de weg maar die wel gewoon Wout, top klassiek coureur Merlier dat zou gewoon dat het aan een geweldige sprintering worden en dat, ik vond dat gewoon super leuk om ermee bezig te zijn van oké okay, we gaan dat sowieso en zo doen en die mannen wat vertrouwen geven. En als het minder was, we gaan een keer over die bol te wrijven. En, allee, ja, dat was, eigenlijk, dat ja. was een rol, dat was op mijn lijf geschreven. Dat ik dacht, gewoon super graag. Is er ook nog een bepaalde druk dat wegvalt dat je, dat je een andere rol hebt en dat je niet. Nee, omdat ik legde me wel een druk op dat ik voor die man een perfecte koers moest rijden. Ja. En dat dan moet er ook staan. Hè? Omdat nou ja, zeker. Ik, ik wou ook niet dat die man. Ja, ik zeg maar niet dat. Je, Vooral misschien het mooiste wedstrijd was voor ons ronde van Denemarken, waar we met Willems toen bijna elke rit won. het eindklassement, Wout won twee ritten, Tim won twee ritten. Ja. Ik moest dat dan controleren. Ja. Dan legde hij ook wel een druk op. Dat gaat me het wel toe. Hè. Ja, 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 dus dat is ook zo. Je kunt niet, je kunt niet laten liggen. Hè. Ik wil niet in de bus inkomen en zeggen van ja, ah ja je zet een derde. Ja, ja, ja ik weet het, ja, die laatste twee keer niet kunnen inlopen. Allee. Dus dat is ook wel. Ach, bij mij was dat ik moest presteren voor een andere ja Ik kon ook niet te kort, ey, ik niet te kort schieten over die man. Dat, uh, dus dan ik die echt super graag. Ja, dat heeft spijtig genoeg, maar een jaar geduurd. Want dan komt dat in het rompotverhaal terecht. Ja. ja, dat is uh, blijft nog altijd een raar verhaal. Um... <lacht> 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 ja, uh, op zich blijft dat jammer, dat dat voor mij. Ik vond dat nog altijd. Dat was wel een schone ploeg. Um, dat was niet zo professioneel als dat World ploegen zijn. Nee. En dat was ook weer al. De A-ploeg was. Had een, een ploeg dat je op kon rekenen. Dat was dan. Met Wout, met Merlier, Dries de Bont, Sean uh, de B, uh, en Leijzen. Je had er ook wel echt weer een, een ploeg waar je kon naar de wedstrijden mee gaan. Op andere vlakken is het ah, een beetje te kort, maar niet. Voor mij was dat. Ik zat er graag aan met Christophe Kegel, de goeie Trainer. Uh, Michiel Elijs, een fantastische ploegleider. Allee, dat ploegje dat werkte wel. En dat is eigenlijk wat voor een deel is: misschien er ook uitgegroeid. Hè, want een ja. groot deel van de staf is er naartoe gegaan. Dus als ze dat project hadden kunnen verder zetten. Uh, maar ja, dat is, ja conflicten die. Ja, is dat als dat iets anders was aangepakt. Had dat wel een langer verhaal kunnen zijn. Ja, Nuis versus Van Aars. Ja, het is al. Ja. En Nuis die dan eigenlijk dan naar het, het rompelt verhaal gaat. En Wout dat heel last minute zegt, maar ik doe niet mee. Maar dat was zo'n beetje, ja. Het probleem is dat ze hadden eigenlijk, als ze denk ik. Ze wilden te vroeg, denk ik. Dus het, um, dat is begonnen na de Ronde van Vlaanderen, zeker. Ja, er, eigenlijk hebben er veel dingen meegespeeld, zelfs. Um, ik denk na het voorjaar houden ze Wouts zijn contract ik openbreken. Dat uh, zou ik ook doen. Dus ja, maar, ja, maar daarmee zitten we ja af, ik wil eigenlijk niet. Ik wil eerst nog wel wachten. En zo is dat een beetje ontploft. En dan zochten ze eigenlijk een extra sponsor. En dan gingen ze. We werden daar zelf misschien. Ik weet zelfs niet of dat in per, se, per se moet. Werd dat iets te veel achter onze rug, dat we eigenlijk zelf van niks wisten, en dan kwamen er soms renners toen van. Goh. Dan moet ik zelfs denken dat die ploeg noemt uh, dat is toen een Engelse ploeg blauwe truikes um rally de Dat is straks moeten zoeken uh, en die kwamen dan ah ja we gaan volgend jaar samen Is dus dan uh, Trinity is niet nee 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 uh, Archbold reed er toen bij uh, Blythe reed voor zo dat uh, bla blauw met met die met die gouden streep. Ook. ja ja. Uh, ja die met 3T fietsen ja en flat, die die, dat die, niet die, die niet. de tour nog gereden hebben met één plateau. Ja, ja, ja. Wij, die dan, die dan, mannen. <laughs> Weet het al? Is het al opgezocht? <laughs> ik ben vol een bak bezig. <laughs> dat is schoon, Trakus. Like Blight 18, dat je er dan komt. Aqua Blue. Aqua Blue. Aqua Blue, ja. Dat kwam niet. Ja, we gaan bij jullie samen rijden. Ja, wij wisten van niks en dat is, is aan het uh, En er begonnen er wat meer conflicten te komen en plots was dat we gaan samen met Roompot. En eerlijk, dat versta ik wou het echt wel. Zeker achteraf gezien, dat, ja, dat, dat was het niet. niet. Dat je dan de vlucht pakt. Okay, ja. ja. Want dat was wel terug pak minder professioneel dan dat bij Willems was. Ja. Dan, uh, ja. Is het ook niet spijtig dat dat niet een jaar lang had geduurd? Omdat Wout dan misschien nog meer dat hem had kunnen zeggen: hey, ik, ik ga naar een andere ploeg, maar ik, ik pak, ik pak mijn, kne mijn knecht mee. Ja, ja dat was, we hebben er zeker over gesproken. Um, en ik heb ook. Um, dat is voor. Ja, ik heb, ik heb nog contact gehad met Jumbo ook. Um, maar ik had ondertussen al. Um, het probleem is, ons contract liep niet samen af. Ja, oké. Okay. En um, bij mij was dat van, ja, gaan we het één jaar tekenen of twee jaar tekenen? Nee, dat is een. Dat is een hele um, puzzel geweest. Uiteindelijk, ja, uiteindelijk is het bij Jumbo beland en ik bij roompot. Al toen toenom, manager? Uh, ik, ben, ik ben toen bij de manager van Wout gestapt. Uh. Dus er dus zat wel een, een constructie klaar. Uh, maar uiteindelijk, ja, ja. Dat was toch van ja, we zien dat wel na ja, Roompot. Uh -huh. Maar ik had er direct. Ik moet wel zeggen, als ik daar tekende, dacht ik wel na een maand van. Want ik kon ook naar zien gaan. Ik, ook, ik had eigenlijk wel redelijke opties, maar ik had mijn contract bij Nick. Uh, maar toen eigenlijk voor de ploeg, hoe dat die stond verder te zetten. En bij mij ik voelde wel direct van Rompot ga dat gaat niet mijn ploeg zijn. maar ik heb dan ja, geluk gehad dat ik er heel sterk ball mee met een klassiek seizoen en dat ik bijna direct contact had met Le en dan was die zorg eigenlijk. Ik ja, heb ik eigenlijk een jaar ondanks dat ik met veel dingen niet akkoord was terwijl de andere renners wel content gaan zijn, maar voor mij was dat niet terug. dat was terug het... dus dat weer geen de structuur dat ik graag had in een ploeg, van we gaan de koers zo aanpakken en we gaan zo proberen winnen. Of het best mogelijke resultaat te rijden, dat was weer weg. En dat was meer zo gewoon van iedereen, doe maar je hoesting en zie waar je komt. En dat was terug waar ik vroeger zat. Ja. En ja, dat, dat was mijn ding minder. Maar ik had dat geluk dat ik redelijk raar bij Patrick en Akkoord had. En dan was ik op mijn gemak natuurlijk. Ja, wat ik nooit gesnapt heb: een onkel is Tom Steels, ploegleider bij Quietsteppen. Je rijdt dan, je, rijd je bent echt wel goed op te rijden. dan denk je iedereen nog van. alleen wanneer, wanneer gaat het gaat om dat kwikstep? Quick Quickstep, dat dat, dat dat toch nog lang geduurd heeft. Ja, dat is ook omgekeerd hè. Maar ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld dat jaar mijn landbouwkeriet, als ik geen ploeg had, en ik had juist bij Vlaanderen getekend, had ik me ook met een keer aangespro aangesproken van ja, we zitten hier eigenlijk met nog ons ploeg zit vol, maar we zitten hier met een zware kwets en we weten niet of dat hem op punt gaat komen. En, als je nog niks hebt, kan ik u wel ergens daar steken en dan kunnen ze. Nou. Dus dat was er al wel contact geweest. Maar uiteindelijk, ja, ik had bij Vlaanderen getekend. En daarna is het ook van ja. Soms is dat ook wel moeilijker, hè, omdat anders gaat de link worden gelegd van ah ja, het is dankzij. Nou, ja. En dat is ook zo wat moeilijker. Um, en nu was het gewoon, ja. Nu had ik gewoon een goed voorjaar en ze zochten nog een knecht. En ik had dan ook wel ja, het geluk dat ik het jaar ervoor met Wout voor mij ook persoonlijk, veel publiciteit had gepakt dat ik dat kon. Zeker. Ja. En zo merk zo ik dan eigenlijk bij Kwikste beland. Dan, uh, oh. ja, is dat dan het, het hoogste qua professionaliteit en, en hoe alles geregeld is? Waar je... ja, 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 dat is echt nog wel ja, een stap extra. En dat klinkt evident, maar je komt er gewoon toe op je op kennismakingsweekend. En je krijgt er een soort van draaiboek van, uh, ja, oké. Okay. Dat is gewoon een keer van 9 tot half 10 moet je dat gaan doen hè. van 10 ga je bij die specialist en dan doe je dat en dan doe je dat. Daar voelt van oké okay, op. Ik moet hier eigenlijk gewoon mijn eigen s en de rest als ik makkelijk in orde ben, de rest wordt allemaal wel geregeld door de ploeg. En dat is gewoon weer al. Ja, dat, dat is uh, ja de slag. Gewoon, allee, dat, dat merk je gewoon aan alles dat die ploeg er staat. Dat is er. Allee, gewoon als renner moet alleen zorgen dat je je trainingen opvolgt en dat je je best doet en dan. Ja. Dan het wel. Waren ze nog wat je mm -hmm. dan met, met, met alle Filip? Of, of met... met, met allee, het is toch ineens internationale toppers? Eh, ja, ja, er... ja, zeker die eerste stage. Er nou, ja, wordt wel echt keihard gereden op die stage. Met wie lag het op de kamer? Uh, met Bert. Okay. Bert van Lijbergen. Dus uh, Ja, het was wel op, op ons openingsweekend. Uh, dat was gewoon, ja, het seizoen afsluiten, was gewoon, ja, ik weet niet veel gewonnen heb, was dat gewoon eerst kleren passen en gewoon de klassieke dingen. En dan ook wel met een feestje naar, Philippe komt dan zo om de nek afhangen. koop. Ik hoop wel dat je zo goed is. Okay. Dat is wat ze van niet verwachten, ik, dus. okay, ja, ja, ik zal maar goed trainen. Ik zal maar, makkelijk er staan. En dan ook gewoon, als je dan hoort bijvoorbeeld van die koersjes in, uh, in de winter, ja, dat maakt echt wel dat je op stage echt in orde bent, want dat je niet, ja je merkte gewoon ook van ze op training gewoon drie vier per uur rapper dan dat, ze, dan dat ik al die jaren ervoor had gedaan en ja als je niet in orde zei ja dan hadden het al kapot op stage hè. dus ja. dat was wel zo wat allee, en ook die eerste koersen echt wel ik moest dan uh, in de sprint van Jacobsen dan zitten. dan ja. zit je wilt dan ook wel dat je er zit hè, dat dat werkt hè. dus zeker die eerste koers is dat wel ja, er echt wel drang van kijk ik moet tonen dat, dat ik mijn plaats hier, uh, mijn plaats hier waard ben ja, en, en uh, wat Was dan, wat zijn nu schon zijn herinneringen eraan die drie, drie jaar uiteindelijk? Ik denk misschien Ronde van Polen. Um, we won dan bij Almeida, het eindklassement om ja. een paar ritten. Uh, en daar was ik echt super sterk, daar moest ik gewoon. Uh, ik was er mee om te controleren, maar eigenlijk was er echt. Ja, dat was een super lange rit, maar ik kon er alleen koproepen van 13, 14 mannen wonen gewoon alleen controleren, nou echt, gewoon, daar kon ik gewoon blijven, blijven rijden. De ploeg reed er gewoon supersterk. We won daar ook weer eigenlijk bijna alles, toch op wereldtourniveau. Um, dat is voor mij een van de dus schoonste. Gewoon ook weer al dan, ja gewin tussen is supergoed. Dat zijn zo de, uh, ja. maar eigenlijk bijna elke overwinning, is dus ook zo De eerste overwinning, dat gewoon al ronde van Valencia was dan uh, mijn eerste koers met de ploeg. Die laatste rit. Ja, eerste dag werd Fabio een geklopt. Daar lag we mee op de kamer. Elke avond ook weer over een bol vrij. Van, hè, maar ik zeg, want hij zei: Ik voel me schuldig tegenover jullie. Maar ik zei, moet je daar toch niet mee in zitten? En hij is echt zo wat de, de papa spelende. <laughs> ik het zeggen? kon ook zeggen: Als ik, ik morgen sprinten. En dan laatste rit loopt alles perfect. En hij wint dan die koers. En s'avonds gaat hij dan, want de vlucht, onze vlucht was dan maar een, een dag later. Gaan we goed gaan eten en plezier maken. En, allee, dat zijn voor mij de, ja. de, schoonste, de schoonste momenten. Die gewoon, gewoon, eigenlijk het, het vieren achteraf. Van, daarom niet het de zotte feest, maar gewoon het groepsgevoel van: oké, okay, we hebben hier samen met een ploeg keihard voor iets gevochten en dat is gelukt. En de sfeer achteraf is gewoon het, het plezantste van de koers. Ja. uw eigen twee overwinningen, hoe, hoe komen die tot stand? En... Ja, dat zijn dan uh, ja, dat zijn van de drie overwinningen: Vlaams-Brabant en Lillers, zeker. Ik zei dat waren maar klein, Allee, dat is bijna vermelden niet, niet, niet gehoord. Die, die ene koers een indrukwekkende naam... Uh, ik heb... Ah, dat... ja, wacht, je hebt hem in de voorbereiding gezet. Ja. Um, de Grand Prix de La Ville de Lilaire Souvenir Bruno C... Voilà, een grote koers hè, wat. <laughs> ja. Je hebt daar sowieso natuurproducten in je gewicht gekregen. <laughs> dat was een typisch Frans koersje. Um, regen, wind, een paar klimmetjes onderweg, Platon die gereden. En uiteindelijk schiet ik over mijn kopgroep. inderdaad Tim de als proefmaat. En ik wou eigenlijk Tim laten winnen. want die won eigenlijk nooit. Ik won ook niet veel, maar ik kon wel mijn kermiskoers. En hij was weer zo nerveus is iets. Ik zei van Tim, demareert op dat punt. En ik blokkeer de rest wel. En het kan hier niet mislukken. Hij ja, ja, springt weg op anderhalve, anderhalve kilometer. En ik Oké, okay, er ja, reageert niemand. Ik zei: Oké, okay, ja, dan dacht ik, maar worden, ik moet twins worden. Ik zag, ik zal wel kloppen in de sprintrest. Maar uh, die laatste 300-400 meter hij zo licht omhoog. En ik zag Tim zo uh, oh, stilvallen. Oeh. Ik zei: Oei. <laughs> hey, 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 hey. En dan een van die, van die andere mannen, ik denk dat het van Tommo was, reageert super ver. Ah ja, en ermee ja En ik moet gewoon mee. En ik steek hem zo half beschaamd zo de laatste 20 meter. Steek ik één nog voorbij. En dan een keer mijn eerste uh, UC-koers aan. Uh... was hem kwaad? En nee, ja, want er was, hij was derde, dus zat nog één tussen. Hè, ah, ja, ja. Okay. Dus, uh, uh, maar ja ik heb het niet gedaan had, waren we twee en drie geweest. Dus uh, uh, dat een beetje pijnlijker geweest. Ja. Uh, en dan de ander was, uh, de Vlaamse Sardenne. De Waardoor vlaamse Sardenne. Ja, koers in de Vlaamse Ardennen kiert koers, in de finale. Ik reed van in de start weg, en dan komt er een groepje bij mij mee, maar wel Dimitri Claes, preen van Ecken dat toen juist kampioen was, en gewoon koersen opleven en doen En ik win de sprint bergop tegen Dimitri. Maar zo, ja, allee, dat zijn leuke overwinningen, maar dat zijn zo niet. Nee, dat lijkt nu niet. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Um, als je zo, ja, op een vlucht moet controleren, wanneer? Hoe weten we hoeveel mogen we ze geven en wanneer moet die in gang schieten? Dat je het op tijd ja, niet te vroeg, niet te laat toerijdt. Wat ik deed was eerst, um, dus ja, ik moest vanaf in de start klaar zitten. Hè, dus je, kijk, eerste, je, je weet al, want dat is ook een job, je moet echt gaan het kennen. Dan kun inschatten van oké, okay, die kan ik later rijden, die niet. Um, en daarna eerst baan afzetten, totdat we ongeveer al een minuut hebben, dan je weet er gaat niemand meer komen. Ik stop dan voor de plas. Um, meestal stopt je we de rest dan. Passeer langs het pak nog wat bidonnen mee als het nodig is. Geef die af en mag mogelijk al te rijden. Ook al hadden ze bijvoorbeeld nog maar anderhalf minuut, maar eerst traag. Dan zo bijvoorbeeld: ik begon het trein aan. 320, 300, ja, zoiets, 320 watt. Dat ze zo zachtjes van je wegrijden, maar dat je ze niet geen gratis minuten geeft. Want mm -hmm. ja, alles wat je ze geeft, moet, moet ertoe rijden. Ja. En dan is dat aanvoelen. Um, meestal denk ik dat als je alleen bent, is natuurlijk. Ja, Anders denk ik dat. Ik zag, er kwam nog wel echt met blokjes. Dat ik hier echt aftikte op mijn garmin blokje vijf minuten. Um, maar ik ging zelf nooit over mijn Tour en ik keek hoe rap dat ze van mij wegreden. En zo kunnen we inschatten. Um, als je bijvoorbeeld ziet van kijk, ik rij hier mijn blokken aan op 400 watt en ze blijven wegrijden. Dan weet ik ook van dat kan niet. Bedoel, ze zijn aan het. Hey. het rijdt erop. Ze rijden trap. Ze rijden rap, ze gaan dat niet kunnen nauwen En als je dat dan gewoon. Je ziet dan om duur ook dat ze plots volledig doodvallen. Uh, en dan is dat gewoon ja, een soort van tempo zoeken. Van, okay, ja, eigenlijk is het altijd hetzelfde. ze rijden weg van u Je versnelt een beetje en dan meestal op een bepaald moment weten oké okay, hier is het punt gekomen. En de een of andere manier geraakte erbij. Maar dat is zo, ja, um, gewoon geen gratis minuten geven en direct wel een tempo zetten. En op een bepaald moment half koers beginnen wat te versnellen. En je zorgt gewoon dat je het laatste uur over hebt. Uh, maar ik ging ze nooit voor vier, vijf minuten laten gaan omdat nee. je dan in de miserie komt. En dan, uh, dan weet je gewoon van. Normaal gezien zijn ze sterk genoeg om het toe te rijden. En als het niet lukt, gewoon op tijd hulp vragen. Maar Het is mij eigenlijk altijd, uh, altijd gelukt. Maar dat is echt gewoon voelen. Ja, voelen wat er komt, wat parcours komt er nog komt. Als je weet dat in de finale redelijk wat. nog wat beklimmingen zijn. Weet dat er druk van, van achteruit in het peloton komt. Dus dat, je, dat er minder druk op zit om ze zelf te pakken. Uh, maar dat is veel, ja, veel ervaring. En je ziet ook veel mensen die dat, die dat niet gewend zijn, dat die rare fouten maken. En dat die soms van heel ver werk. Okay, ze er niet komen, want ze weten niet wat ze aan het doen zijn. Nee. Dan, uh, maar dat is veel ervaring. En moet dat, dat is echt iets dat je moet kunnen aanvoelen. Dat is ook echt wel een stil. Als je, ik denk, je het dan. Uh, team de Klerk, die ervoor bekend staat. Uh, de Nathan dan? Ja. Uh, um, dat moet ook Je moet natuurlijk ook eerst sterk zijn. Hè. Ik bedoel, ja. dat, dat is de eerste. Nee, je moet, moet wel kunnen. Hè. Uh, maar dan is dat gewoon ja, echt aanvoelen. Eerst vooral, wie is er weg? En dan zie je van... Ja, uh, Oei, Rlaske, is weg. Dus dat, ey, bro, nu, als je naar kijkt naar... Uh, Ga deze, Brasse Lascano vijf minuten geven, ja, dat weet je al. Die mannen hebben niet opgelet. Hè. Bro, dat, nee, dat, nee. Dat, ey, dat, krijg, dat krijg je gewoon niet meer toe. Met wat je wel gedacht dat je zoiets doet. Ja. Of ook omgekeerd. Als je de rit vorig jaar nog herinnert. dat Asgreen in een tour wint. Mm -hmm. Ja. Dan heb ik op 60 kilometer van hem gezegd. Ze gaan ze niet pakken. En op dat moment had ze maar 30 seconden voorsprong. Maar je zag gewoon, dat was toen Orica. Of, ja. Die wist niet die wist niet wat ze aan het doen waren en je zag dat ze vooraan vijf goede coureurs en die gaven je een trap en ze liet niet zomaar ja, dat voelde gevoelde direct van nee ze weet eigenlijk niet wat ze aan het doen zijn met die mannen uh, het is die ervaring dat, dat belangrijk is hè. Ja. Uh, wat moeilijker is denk ik en wat veel mensen uh, niet weten is dat alle knechten in een profpeloton ja veel winnaars zijn vaak bij de jeugd ja. De, 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 door te knechten bij de belofte worden geen prof. Oh, nee, het is dus je komt, moet je daar iets, iets leren wat je, wat je niet gedaan en ik kan me ook wel inbeelden dat, 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 dat het een ene beter ligt dan een ander. Ja, maar je weet redelijk rap, je plaats in het platon. Uh, dus zoals je prof moet worden, moet je een, een topper zijn van je generatie. Anders, anders lukt het niet. Hè. Uh, maar ja, daar zit er onderling nog heel veel verschil op. En dan is het ook een deel keuze maken. Hè. Um, ik had ook gewoon kunnen zeggen: Kijk, ik ga altijd voor mezelf rijden, maar dan wist ik dat ik nooit bij een ploeg als quickstep ging geraken. Ja, en dan is dat gewoon uh -huh. kiezen: van, waar, waar ga ik voor? Uh, hetzelfde voor Tim. Hè. Ik bedoel, als wij bij Vlaanderen reden, ja, kijk, wij reden in die 1,1 koersen, een genre, een schaal zelfs en al die dingen. Ja. Ik kreeg er podium maar, en ik kreeg wel top 10 in die 1,1 koersen. Maar, en als ik altijd voor mezelf ging, gaan, ik er misschien eens ik ging er een paar gewonnen, hebben, maar ik ging nooit, nooit het niveau halen om, om ja, de grote klassiekers mee te doen vooraan. En dan is dat gewoon kiezen van oké. Okay, ofwel blijf ik op dat iets lager niveau en ik hier mijn prijs en belanding bij ploegen als met alle respect ik bij Genre koffiedis of die. Allee, is dat dan mijn eindstation? Maar ik ging er niet gelukkig geweest zijn, omdat ik graag gewoon echt in een winnende ploeg zat. Ofwel doe het op deze manier en als het lukt, geraak er dan wel bij. Bij een quickstep of wat dan ook terecht. En dat is ja. wel een keuze dat je dan maakt. Ja. Je zit wel echt, Gerrit, bij quickstep, ja, prime quickstep wel een beetje allez, achteraf gezien. Hè, de... Ja, ja, ja. Ach nu, ja, van, het is dus in de drie jaar dat ik er zat, waren wij 1-2-1 in de wereldrang, denk ik. Ja. We waren echt wel. Uh, dus, uh, ja, oké. Okay. Dat, dat was wel de houden, ja. Ik altijd de gouden jaren van de ploeg en ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen... Allee, toen was het allemaal zo evident. Dat was zo gewoon, ja... Dat was standaard in, in die re, groep, rennersgroep. Dat was... veel spreken dadelijk dat je bericht moest sturen van... Uh, Proficiat. Proficiat hey. <lacht> <lacht> Allee, dat, dat was evident om te duren. Dat was zo van... Uh, ah yeah, ja, shit, we hebben niet gewonnen. We, uh, je werd nerveus als je zo... Uh, een rondetje, twee, drie dagen bezig bent en er werd niet gewonnen. We, uh, wat is er hier eigenlijk aan de hand? ja dat is, dat is een ongelofelijke luxe situatie dan, uh, is nu wel allee. ja ik ben blij dat ik dat zo heb, die jaren heb kunnen, kunnen doen um, Zij ja, had het laatste jaar het voorjaar was al minder en je voelt dan direct ook wel dat ja dat is direct anders ja. die eerste twee r dat ja, leeft allemaal op een wolk omdat het gewoon zo vlot gaat en, Doe die stage in de winter, die eerste koers begint, ah, baaf ze win. Ah, de, andere ploeg, ze begin, ah, de ene ploeg begint in Australië, ze win, ah, ja, De andere ploeg begint in uh, Colombia, ah, ja, ze winnen. Ah, ja, Oké, okay, oh, voilà, iedereen is goed, En we rijden weer. Ja. <laughs> ah, dat, is, dat is plezant dat je zo uh, in zo'n ploeg kunt rijden. Hè. Ja, ja. Uh, ja je, je bent jonger als mij. Ik ben nog altijd aan het sporten. Je zegt, gestopt, Ik vind het altijd zonde, omdat dat, dat confronteert me zo wat van. Ah, ja, Misschien moet ik ook op een dag wel eens stoppen met me op een hoog niveau te sporten. Maar u, uw afscheid was, was wel een mineur? Ja, maar ja... ja, ja. ik had dat natuurlijk ook wel li liever niet op een Brancard weggevoerd. <laughs> <laughs> maar uh, op zich, ja. Eerst vond ik dat erg, maar eigenlijk, ja, gestopt altijd. Hè. Ik bedoel... uh, ja. Ik vond, dat, ja. Ja, ik vond eigenlijk misschien. Uh, ik denk dat anders was ik waarschijnlijk nog wel. Pro uh, ik was waarschijnlijk nog wel prof geweest, maar. Het ging niet meer, ik weet niet of ik me nog amuseerd ging hebben. Achteraf gezien denk ik nu oké, okay, het was jammer om zo te stoppen. En, maar ik ben wel kunnen stoppen op, op topniveau. Ik heb niet moeten, niet moeten zagen of klagen. Je of oh. hebt ook veel profs die nog blijven rekken en zo gefrustreerd op hun fiets beginnen zitten. En, ja, dat ze, niet meer, ik, dat ze geen teken meer doen voor de bloembakken. Voilà. En, en dat, ze, dat, dat straatje. De, de, de zageman en die... Allez, en, dus Misschien is ik mijn carrière gehad. Ik ben tien jaar prof geweest. En daarvoor kreeg ik al in 2006 reek al wereldbekers tussen de pro's op de pist. Dus ik heb wel mijn ja, mijn gehad. Dus op zich heb ik er wel. Ik heb er eigenlijk geen. Nu eigenlijk niet echt probleem mee. Ja, die val. is, we zijn nu nog tegengekomen, denk ik, de week voor de zaagse. Om we hadden een podcast met Kenny Ketelen. En ja, ik had wel de indruk, ik, ik vond het heel slim dat je de zien, je denkt, zo ja die gaat nu nog goed in rijden, en dan gaat hij bij een ja. ploeg terecht kunnen. Maar ik was, ik was nog aan het spreken met ploegen um, zelfs, um, ik had zelfs nog terug telefoon gehad van uh, de ploegleider bij Kwiksep, zei hij, ja, dit ja, ja, is nu toch terug een vrij moeten we niet pushen om dat, dat, jij, dat jij er weer bij zitten En ik was eigenlijk echt van plan, en ik ben, ik was echt in topconditie richting die zes dagen. Um, ik had keihard maar echt keihard getraind. Ik had ook gewoon altijd getraind met Lindsay de Vilder en Robbe Gijs. Gewoon. En ik deed twee eerst voormiddags met die mannen mee s'avonds simuleren ik nog elke avond de ploegkoers op mijn rollen. Gewoon, ik, was. ik had ook de dag ervoor nog mijn positie veranderd, want er was iets aan die klopte. En plots viel dat ze. De dag van de zes dagen viel alles zo, viel alles op zijn plek. Ik zeg ja, oh, ik ga er sowieso mee om voor het podium. Ik had een hele goede maat die ook zo eigenlijk wat, ook er echt wel voor gaan. En ook in die ploegenafvalling, wat ons eerste belangrijke nummer was, voelde ik terecht van: oké, okay, ik oh, ben echt, ik ben echt goed. Nou. En ook in die ploegkoers, op het moment dat we vallen, uh, staan we op kop. Of allee, we waren we weg voor ons tweede ronde te pakken, of waren we juist vertrokken voor ons tweede ronde te pakken en zaten weg. we zaten echt in de, in de flow. En ja, en ik ben zeker dat ik er, ik denk dat we er. Zeker is een groot hoort, maar ik denk echt dat we er gingen mee dan even te winnen. En dat was dan, dat was dan nog, als het dan gedaan was, was het nog een leuke afscheid geweest. Waar ja. we waren toch tenminste mijn, ja, had toch nog een keer laten zien van, die mannetjes... kan het wel? En anders was het ook weer extra publiciteit voor, Ja, oh, je weet dan nooit niet wat er komt. Mm. Um, ja, op dat moment was ik wel nog aan, uh, moest BNB toen niet zijn, in die situatie zitten had ik toen al lang getekend. Um, dus Arkea was wel geïnteresseerd. Um, ah, er, waren eigenlijk, er waren wel ploegen die terug contact opnamen. Maar dat nogal wel... In, want ik, voor mezelf was ik... Allee, had ik wel gedacht van het kan zijn dat het gedaan was. Maar plots, in de zes dagen, waren er weer mensen die zeiden oh, Eigenlijk we zoeken nog iemand als wegkapitein en voor de sprinttrain en zo. Dus dat, lag, dat spoor was zeker niet dood. Maar er was gewoon nog wat wachten van... We gaan kijken wat er met BNB gebeurt. Maar, op het moment dat ik op de grond lag, wist ik van... Ja, nu, is de, ja, nu is het... wat, nu is gepasseerd. Ja. Wat ging er mis bij, bij de val? Uh, positie. Dus we waren, we gingen, we waren met drie een aanval en dat is het stomme eraan. In de voorbereiding voor de zes dagen hadden we al de grotere namen hadden we al gezegd van ja van die moeten we oppassen want met zes maal stuur die heeft geen controle over zijn fiets in kuip dus we moeten recht van brieft uit de buurt en alle, die effectief verliest controle over zijn stuur bij een aflossing. Hij valt, fietsen schuiven weg en voor mij, uh, fiets valt voor mij. En dan is het gewoon, ja, best fiets als je geblokkeerd, ja, ja. wordt echt weggecatapulteerd. Dus ik schiet, ik schiet weg en wow, breek uh, van alles in mijn rug. En dan, uh, ja, dat is een, uh, op zich een, ja, een val. Ja. Dus ik ben niet eens eerste dat ze overvallen. Uh, ja. Nee, het was wel uh, rugwervel gebroken. Een paar ruggenwervels, een paar ribben, longen geraakt. Zo, uh, ja bedoel, dat is wel. En die revalidatie te doen geweest zijn, ze, als ze mij gewoon hadden gezegd van, uh, ja. Als je... als je wist dat je een ploeg had. want ja, ja. nu Voor mij was dat een beetje oké. Okay, ik ben nog even begonnen. Maar eigenlijk al, ik was een drive Ik voelde onmiddellijk dat ik een drive kwijt was. Ik heb gans mijn leven heel graag getraind. Met volgers, op training. En ik begon terug. En pff, ja, ik dacht, vast, wat ben ik eigenlijk aan doen? En op het moment dat ik een bericht kreeg van BNB stopt, zei ik ook, van oké, dan raak ik mijn fiets niet meer aan. En dan wist ik. Allee. Maar ik had eigenlijk al. Daarom dat ik ook niet weet, ik was een drive gewoon kwijt om af te zien. En als je dat mist op training, dat is natuurlijk wel een groot probleem. Oh, ja, snap ik. Dus had uh, ja, nog een ander dieptepunt misschien in je carrière, Paris Roubaix. Oh. 2018 denk ik dat was. Oh. Uh, met oh. Ja, ja, Michel Golaerts. Oh. dat is gewoon, ja, bedoel, dat is het dieptepunt in mijn oh. carrière. Dat, die val, dat magt mij, dat is maar een, eigenlijk is het maar een detail in in mijn carrière. Uh, maar dat is iets dat ja, dat is gewoon het, het grootste diep ja. ja, je, je kunt niet slecht remmen. Ik bedoel, uh, um, dat is iets dat. Uh, ja, bedoel, ja bedoel, ik bedoel, ik ben er nog bijna dadelijk, zou ik er nog wel eens even ja. aan denken. Dat is iets dat mijn. Ja, gewoon gewoon een dag. Is iets surreels een dag geweest. Um, en dat is ook zo weer al. Ja, ik was altijd. Ik was altijd blij dat ik. Zeker als je ouder wordt en je hebt, uh, dus ik heb ook twee kindjes, en dat je denkt van wat risico's. Dat je veilig aankomt eigenlijk. Ja, hè, ja, dat was, nou, er worden echt immense risico's genomen in het platon en je smijt u erin. Maar zeker, al, dat was het eerste moment dat je dacht van nou, eigenlijk is het toch wel een echt een gevaarlijke sport. Ook al had dat niks met zuiver gevaar te maken. Um, dat is zoiets. Ajow. Ja, dat is zo'n. Ja, dat, 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 dat tekent je leven wel, gewoon ja. zo. Ja, ook voor de ploeg denk ik. Allee, ik denk dat heel de ploeg ah, gewoon Ai, een, kut, een kutdag... Ja, maar dat, dat, zijn, dat, zijn, dat, dat is een rare dag. Ik, kan, ik weet er eigenlijk nog... Voor een deel is dat weg. Um, eh, niet weg, maar ik weet wel nog, s'avonds met de ploeg. Dat zijn wel bijzondere momenten en ook weer al... Dat is dan op de verkeerde manier, maar met alle man die je die een dag hebt meegemaakt, eigenlijk die effectief in die selectie zaten, ja. dat creëert wel een band, omdat mm. je het allemaal iets verschrikkelijk meegemaakt. Um, en dat is zo ja. Het is jammer dat het op die manier moet, maar dat blijft dus een soort van connectie onderling hebben. Uh, maar het is natuurlijk jammer dat er daar iemand voor ja. moet sterven, natuurlijk. Je, je hebt die koers nog uitgereden? Ja. Wat tijd aangekomen? Ja, maar echt... het kan zijn dat ik een lang verhaal ga vertellen. Hè. Wat er allemaal gebeurd is. Um, dus de bedoeling was. Uh, Michael was. Uh, Michael was in vorm. Ik was dus de week daarvoor had ik Ronde van Vlaanderen geweest met Wout. En ze hadden ja. gezegd: van, kijk, ja, we hebben echt goed. Um, Spaart u zoveel mogelijk tot, tot aan het bos. En vanaf het bos rijden we jij de finale met Wout. En ik was echt conditioneel er klaar voor. En Michael moest ons verzorgen. Nou, hij moest eigenlijk ons afzetten. Richting de eerste strook, want wij wisten al dat er op deze strook modder lag en gewoon door gingen ze sowieso val. Dat was echt vooral. Ben aanloop richting deze eerste strook super nerveus en ik zat er alleen met Wout. Uh, en Ik moest hem... Ja, ik wist dat ja, je moet bij de eerste 20 opdraaien, dus kilometers ervoor al, je kent dat Franse weg, gewoon breed, maar kan niemand passeren, maar we moeten dus wel vol rijden om die eerste lijn te houden. Dus ik was onderweg, ik weet niet wat, naar. Uh, na die eerste strook, omdat ik voel, ik ben gewoon mijn koers aan het verpest, omdat de rest van de ploeg er niet zit. En ja, we draaien die strook op natuurlijk, ik al nek af. Ja, ik val, die eerste strook ja, op, dat modder, op dat modderstuk. Velo, velo was stukken en zo. En dan passeert Michael mee. Op uh, het moment dat ik nog super kwaad was en die rupt zo, kom hey, aan, stil. Ik zei, ik, ja, eigenlijk, ja, ik heb eigenlijk het gelijk. Ik bedoel, ja. Hij is terug vertrokken. Uh, maar ik was dus. De laatste van de ploeg, maar ik had iedereen geteld. Ik zei: ja, Er zijn me zoveel ploegmaten gepasseerd. En ik begin in de achtervolging te komen. En ik zie er plots een motto staan, mij gewoon een, uh, een zipwiel. Ik zei: Oké, okay, ja, dat zipwiel is ofwel iemand van ons, ofwel uh, Katusha. Ja, dat was op een strook. Ik kijk ook niet achterom, maar ik zag ook wel een schoen en dat was niet dezelfde schoen als Wout. Dus ik zei: Oké, okay, ja, Wout is door. Maar ja, ik weet eigenlijk niet wat er aan de hand is. Um, en dan zie ik even later de ouders van Michael staan, die zijn zo aan het zoeken met hun hoofd dus gevoet, dan denkt van, ja shit, het zal, het zal Michael zijn dat gevallen is. Um, en dan hoor ik in door, um, Michael hoor je ons, hoor je ons? Michael, maar, omdat ik wist hij is gevallen, maak ik direct de connectie van, oké, okay, dat is echt niet, allee, mm. die zit heel raar aan de hand. Ik dacht al... ja ik, dacht, ik hoorde eigenlijk dat ze hem gingen proberen te reanimeren en zo, maar als je dat niet wist, dat het hem gevallen was, kon dat zijn dat dat een radiotest was, want dat gebeurt ook veel in koers. Ja. Uh, maar even later, ja, ik rij verder, passeert de ploegauto mij gewoon en ik zie Michiel Leizner er gewoon zo zitten. Ja, die die rijdt mij gewoon voorbij, wat dat normaal nooit gebeurt. Hè. Terwijl uh, al de renners waar ik, ik bij zat, die, zet, die gingen er allemaal op de om terug te komen en ik word er volledig achtergelaten. Ik zeg maar shit. Ja, dus ik wist al, ja, hier is echt iets heel erg gebeurd. Uh, maar ja, ik zat dus ook zonder eten, zonder drank, gewoon niks. En het was nog 50 kilometer, zeker? Ik zeg van ja, ik kom wel naar, het, naar de aankomst rijden, want... Uh, gewoon een dat, dat dat er... Mm. ik dacht, dat ik aan de arrivée kom, dan wel. Uh, uh, ik rijd, ik raak eindelijk met... Oh, ik denk... Uh, dus de ene coureur dat met mij nog of, vol meer we komen bij Senne groepje, bij ja en ik denk dat was zijn beste kamerad. ik zeg van ja ik mag niks laten weten aan aan scène ik ga zo overdreven vrolijk doen dus ik ga zo ah scène je wist. En, zo, en op dat moment zo pock raak ik de steen plat oh nee maar ja je staat er hè ah, ja, je hebt geen auto meer geen noten niet meer en dan ze echt bij mensen in de campers binnengegaan ze zo op zoek naar, ja, naar wielen dus ja je staat er gewoon ja <laughs> je staat er zo van ja shit was daar? ik ben er gewoon even, twintig minuten de kant van de weg gezet, totdat de, de laatste coureur passeerde. dat was die Siski Viscuus. Ja. Die er wel vertrouwen trouwens. Dat zo trouw nou, lang voor de notto heeft gereden. Ja, maar, ja die, ging, die ging niet vooruit. Door de notto gepakt van. Je uh, van nee, een huurpak van je net opgegeven. Terug vertrok. Ja, is Siski Viscuus, die heeft veel te traag. Dus heb die weer voorbij. Maar ja, wel op een soort van gevoel, want eigenlijk kan dat niet. Hè. Op, zonder eten, zonder drinken. Nee, nee, dat? Je hebt niks van. Uh, ja en die koers maar hoorde ze nog wel meer en meer geroezemoes langs de kant van supporters van en dat was al ja, voor Michael en ik okay, yeah, yeah. ah, ja en dan rijden die pisten op en je weet direct van oké okay, ja oh, dat is het eerste wat gevraagd van en hoe is het met Michael en het verzorger ja oh, dus hij is aan het vechten maar ja, dus je weet en dan uh. gaan we naar het hotel de sfeer wordt weer een beetje beter eigenlijk want ja om duur ja we zitten wel een paar uur samen en te wachten en je zoal tegen die man te vertellen van oké okay, maar ja kan ja we weten nog niks maar ja het kan ook zijn dat geen coma ligt of ik weet niet waar. je man niet er, je probeert met kan er zo wat moeite in te spreken ja, maar ja dan komen ze gewoon met ja kun je kunt ook niet anders vertellen dan dat Michiel gewoon binnenkomt van uh, uh, ik weet niet dat ik het moet zeggen maar maar uh, Michael is gestorven, Wel, voilà, bam iedereen weg iedereen gaat ergens is zitten en dan uh, en dat zijn ze uh, ja dat blijft zo uh. En daarna wel ik wel ik wel heel goed aangepakt met de ploeg. twee dagen geweest. Ik sprak met een trauma-psycholoog, die ouders zijn langsgekomen. Eigenlijk veel... Want ik zat altijd met dat schuldgevoel dat ik niet teruggedraaid was. Dat ik gewoon gepasseerd was. Zo allemaal zo. Maar dat is wel iets dat... Kijk, dat blijft gewoon... Dat blijft hangen. Dat is iets... Ja. Ik hoorde zelf nu, als je het vertelt, zo, het bekruipt ja, me wat. Ja, maar dat is iets dat je niet... Dat nee? je, zei, je staat er aan de start met gedacht van we gaan hier de koers van ons leven rijden. Want we dachten nee, echt dat we met Wout de koers konden winnen. En je eindigt gewoon dat je de ploegmat en een kameraad kwijt zijn. Mm. Zo, ja, dat nee. dat verwacht niet. jij dat je een nee. sleutelbeen breekt, ja, okay, ja, dat, dat is dan maar een zwemmer. Ik verwacht niet dat je een week later een kist moet gaan dragen. Mm -hmm. uh, is, ja. da, is dat moeilijk daarna om terug te beginnen koersen en zo? Ik had er lastig mee. Ik had ook mannen die dat heel goed konden. Bijvoorbeeld is de Bond, die reek. ik weet niet hard. bij mij was het de eerste koers. Zo. Ik, had, ik kreeg zelf ook daarna ook hard problemen. Mm -hmm. Dat was heel raar. Dus ik kreeg zelf uh, de weken daarna dat ik constant overslagen deed. Nooit iets van gemerkt. merkte. Nu was dat ik. Ik was doodsbang op training. En dan ook binnen te buiten gekeerd. En dan uh, tot dat uh, heidboegel dan toch iemand de experten zei van ja, je bent perfect gezond. kan zijn, je hebt inderdaad dat je overslaag en doen, maar het is, uh, je moet er echt in de verste verte geen zorgen mee maken. En ik heb het ook sindsdien ook niet meer, meer gevoeld. Maar zo, dat was een heel rare, well, ja, heel rare periode. En ook die eerste keer in dat ploton terug. Oh. Dat je denkt van hij hey, toch wel dat heeft even geduurd, duur terug tijd dat ik terug op mijn plooi was. Snap ik al. Ja. zeg ja. maar, echt ja, daar, Daarmee ja, gunt de, iedereen, denk ik ook Wout zijn overwinning in Ruim. Ja. ja, ja. ja. De, allee, hij heeft hetzelfde meegemaakt als u die een dag. En, uh, zou, het is waar, het is waar. Ik zou dat, ja, dat is. Natuurlijk, Lampie wil ik ook dat hem zijn daarop bij vindt. Ja. <laughs> maar Wout vind ik ook absoluut zijn erop bij. Gewoon al, alleen al daarom. Dat als een soort van. Allee, ja, dat is geen afsluiter, hè, maar dat is wel een soort. Nee, het een zou mooi herbetoon zijn. Ja, dat, ja. Ja, dat is zo. Ja. Mooi. Ja? Uh, iets anders moeilijk, maar ik weet niet of je erbij was, maar dat ja, je wel bij Kwiksep als Fabio Jacobsen uh, in Polen? Ik was er niet of? bij, maar ik was wel. Uh, ik weet ook die. Uh, ah, wel dat kwam dus allemaal terug. Hè. Ik weet nog. Uh, ik was met de fiets naar, naar mijn ouders gereden in Westerlo. En Lampard was. IFA uh, had just de sleutelbeen gebroken die dag. En ze waren in onze WhatsApp-groep, en dan was ze wel, Wa, ja, en dat in de put. Hein. En ik kom, we zijn nog aan het sturen, en ik sta nog in mijn koerskleed en ik zie die sprint, en ik zie Fabio er eens. En ik zeg: Ja, stop niet in mijn zaal, want bij is just ik dat Fabio juist gestorven is. Ik wou wel, ja, gezond, niks. Ja, ja. En ook weet wel, dat is weer al dat het zelfs, snik ik heb er gewoon uren alleen in de tuin gezeten, gewoon zo. zelfs als ik bij Michael en dan zit hij gewoon zo, te wachten. Hè. Te wachten op nieuwsdag. zag eigenlijk ze er zeker van dat kan niet dat je er levend uit komt. Dan is dat wel uh, ja, redelijk nieuws maar is dat, uh, ja, en dan elke dag wat beter nieuws. En dan, uh, maar dat is ook, Ik had ook een echt een goede band met Fabio, dat jaar lagen we eigenlijk bijna altijd samen op de kamer. En zo ja, ik bedoel, daar uh, ja, dat, mm. dat zijn niet goed van. Hè. En dan ik zei dat nog eens twee weken later zit dan in Koer dat niet je dan Remco de ravijn ziet induiken. Ja, Juist. Dat, uh, dat, uh, yeah. <laughs> dat is onwezenlijk goed, dat je dat allemaal ziet. Gelukkig was bij hem redelijk rap duidelijk dat het niks was. Dus het gevoel dat je weer. Ah, ik ben, ja, ja. Dat is, Ik ben wel veel renners en vrienden kwijtgeraakt in Platon. Wel... Ja, dat is zo, uh... ja, Eigenlijk je moet ik bijna blij zijn dat je ongeschonden je ja, ja. tien jaar profits Ja, het is dat. Uh, doorstaan, dat is, uh, zo, uh, uh. Ja. Maar ja, ook de hardheid van het koersen. Hè. Je, zegt, je zegt net van. Ja, we gaan naar die eerste cassa's ook. En je weet dat ze daar gaan vallen. En toch vliegen ze in de dat Kom het maar naar eerst zit, want dan zijn we weg. Dat is gewoon iets wat op die briefing wordt gezegd. Ja. Dat, dat gewoon ja, bij basic die koers. Is dat hoort bij ja. die koers. Ja. Dat is echt, eigenlijk, als je daarover nadenkt, is dat wel. Maar nu, als ik het nu kijk, ik natuurlijk vanuit een volledig ander perspectief naar het koers. Maar dan gebeest van waarom? Of, <laughs> wat een risico's. En... Ja, als ik bekijk wat risico's. dat ik in aanloop naar de sprint. soms pakte in uh, Poitou-Charentes. waar je geen meisje naar kijkt. maar dat je wel. gewoon aan 70 per uur. nog geen. een box zou geven. dat je toch. Mm. als tweede of als eerste. een bocht kunt ingaan. Allee, dat je denkt van. wat, wat, zijn, we <laughs> wat ja. zijn we eigenlijk aan het doen? <laughs> maar, ik denk als, maar dat kun je als... niet in je carrière zelf ah, Nee, Natuurlijk hebben. niet. Ja, natuurlijk nee, maar niet. ik denk ook. Als, dat als buitenstaander. en als je er naar kijkt. het allemaal veel gevaarlijker. Allee, veel ongecontroleerder lijkt dan als je er zit. Ja, ja. Je hebt ja. altijd het gevoel dat je het wel onder controle hebt ja. als je erin zit. Hè. En dat is een groot verschil. In, dat heb ik geleerd in mijn carrière. In het begin, als ik bij Vlaanderen in uh, sprintrain of zo zat, wist ik nooit niet van wat ben ik hier eigenlijk aan het en had ik nooit geen controle over de situatie. En dan, pff, maar eigenlijk, ik heb dat geleerd van Jean de Bie. Die m'houdt gewoon gezegd: de eerste keer dat ik met Sean Die zei van: ja, ja, als je goed genoeg bent, heb je altijd wel controle over de situatie waar je zit. En je raakt er altijd. En dat klopt dan ook wel, en bij heb je ook zo van, zolang dat je dacht van, oké, okay, ik weet wat ik aan het doen ben, en dan verloopt het eigenlijk heel gestructureerd, en dat is ook een reden waarom dat altijd dezelfde mannen vooraan zitten, mm. hè? want dat is niet alleen op conditie, maar dat is ook gewoon op, oké, okay, er zal wel een gat komen, en als er is, dan is onze moment er zo, en zolang dat je die controle behoudt, dan geraakt het uh, er meestal wel. En dat is iets dat je ook moet leren, en daarom zie je dat er langs, van afstand kan dat er vaak heel hectisch uitzien, maar in het peloton heb je vaak het gevoel van, oké, okay, ja... Ik heb mijn situatie en die van de ploeg onder controle en het komt wel goed. Oh, dat heb ik nooit ervaren. Dat was dan spits denk ik. Dat was dat nog op, 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 op het wiel niveau was dat toch maken dat je weg bent. Oh ja, maar... Iemand afzetten en maken ja, Maar ik had dat, dat je dus ook. Wegzijd. Ik had dat dus ook vaak, maar, maar en dan ook jezelf je wijs maakt, maak, weg, maak. als je zelf wijsmaakt maakt dat het, oh ja, zo komen, dan een van de manier lukt dat, lukt dat wel. En dat, is zo, en dat is iets dat je moet. man die de eerste keer. Ik heb er wel een ja. paar jaar over gedaan. maar vanaf dan zaten wij er ook bijna altijd. Dus, uh. Ja. No. Um, Sepp, je hebt nog een liefde van Stijn in uh, de voorbereiding gezet? Een liefde? De, de kus met uh, Linde Merkel? Nee, Nee, een sarcastische ah, liefde. Ah ja, de, de, de liefde voor de beachraces. Eh, als ik je nog kwam. tegenkwam. Oh, ja, ja. Uh, was de, uh, was de okay. beachraces. En jij je nerveus? Ja, maar het probleem was, ik, ik deed dat eigenlijk echt niet graag. <laughs> ik snap dat. <laughs> maar zo, dus in ons groepje, de melkerie, is het, de beach race van, uh, van de pannen is belangrijker dan de Ronde van Vlaanderen bij spreken. Er wordt toen een maanden voor dat vaak klapt. Maar snap ik. ik? Zeker in de winter wordt dat, op, alleen, dan wordt dat opgeklopt. In mijn geval. Ik zit, al, ik zit nooit niet goed op die mountainbike dus ik, ik kan niet hard fietsen met een mountainbike. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat, dat, dat lukt mij niet. En dan um, dat klopt, ja. Ik had ook geen het materiaal had ik ook meestal niet en ja, dat was dan zo last minute. Allee, ik zal een keer rap. hoe is dat? Um, die big, uh, the, the big G's of big allemaal. Ja. De big, one, right, yeah. big ones En, en dan dus ik heb dat twee keer gedaan. Maar ja, en dan het eerste keer met mijn eigen mountainbike. We zullen, allee, gewoon, dat, was, dat was niet meer een vaste vork. Dus gewoon geprobeerd die veer zo hard mogelijk te zetten. Nee, en dan gewoon start. Uh, vertrek, na <laughs> uh, nou, 100 meter valt mijn ketting eraf. Maar dus in volle start. Dus ik ja, stap die ligt volledig in de kroot. Ik, ik rij ze verder. Ja, ik ben dus de allerlaatste weg. Dus we mij een half minuut achterstand op de voorlaatste. Dus, euh, en in plaats van dat gewoon te zeggen van nee, deze gaan we niet doen, stopt gewoon, dan is er niks aan de hand. Ik zei ja, ja, ik ben nu toch, ja, ik ga ik maar doorrijden hè. Natuurlijk kom ik dan zo bij, in het laatste groepje terecht op het moment van het keerpunt, dus je ziet al die profs, <laughs> passeer niet op het moment dat ik ze bij de lokale slager van 150 kilo... <lacht> Aansluit. <lacht> Aansluit. <lacht> Dus uh, ja, drama. Maar ik zei, oké, ja, het jaar erop zei dat kan niet. Ik had toch nog eens een kans <stos> geven. En het jaar gewoon weer starten, het trainen in minder rijden. En dan ligt er een directe groep groepje gezet, waar je zeven of acht in het begin kunnen zijn. Of van, vooral duur zitten, jij weer zo bij mannen te rijden. Dat je denkt van, wat doe ik hier eigenlijk? Je moet dat zien als mensen zoals mij, dat geeft een moraalbestand. Ik was, toch, uh, ik was toch voor de, de Stan Steels. <laughs> uh, ik ben toch uh, ik ben in orde ja <laughs> het is ook gewoon, een beachrace is ook zo allee, als niet prof van is het de kunst om de foto te posten waar je dan zo ja. juist niet eens ik nog op ziet of zo dat je zo, zo, um, zo. ik stond dan, ik stond, ja, ik stond dus vorig jaar op de foto van wat gaat dat beachrace in Breden. Stond ik dus was ik dus de affiche met zo drie drie toeristen in mijn wiel <laughs> Maar hier ligt, hier ligt een apostelseppe van u met Tim de Klerk. Ja, ja, de voilà, maar jij hebt Tim nog geklopt, hè? denk ik. Ja. Het eerste jaar dat je moest lopen naar... Ja. ja, ja, ja. De, de uitslagen van de beachraces. <laughs> er wordt zodanig veel over geklapt dat ik, ik ken ze allemaal <laughs> Ja. Nee, het was altijd grappig om je daar te zien, omdat jij dan... Ja, maar, maar... Ik ben nerveus wacht. Ik, snap, ik snapte het ook wel. Je als daar als profrenner van quick step. En dan wordt van u verwacht. Dat en je dat goed kunt, maar dat is ook echt iets heel specifiek. Dus wat had in je in dat groep zit? Ja. Is het afhaal, hè? Maar die start moet wel in de start doorkomen. Ja, ik... ik ben dus nooit verder gerokt dan 100 meter zonder dat ik moest. Ja. De, paneren. de, paneren. de paneren. Maar In plaats van dat gewoon Op te heen is er niks aan de hand, meneer. Ik bleef er zo. Maar wat... ik dacht van ja, ik ben er nu toch. Ja. Ik moet toch trainen, hè? Maar ja, eigenlijk gretig. Ja, mocht die, die, belachelijk die dus, belachelijke. Uh... Oh, ja. Maar ik vond een tweede keer vond ik het wel plezant. De eerste keer vond ik het gewoon. Dacht ik echt. Oeh. Maar een tweede keer vond ik het al wel plezant. Ik kan, kon ik verstaan. oké, okay, dat zou wel geestig zijn. Maar ja. Het is nog niet mijn, uh, mijn, grote liefde. Komt er een derde keer? Voorlopig niet. Uh, ik fietsen ik kan het niet aan. Allee, mijn niveau op fietsen is voorlopig te zwak. Ik zou het niet aan kunnen om geconfronteerd te worden met. Uh... Bij zo'n slechte fietsconditie. Als je het in percenten moet uitdrukken, of in wattages, hoeveel scheelt dat als je nu een FTP-test of zou doen? Ik denk. Ik denk als ik er nu een zou doen, dan zou mijn FTP. op één test zou me nog wel reden kunnen geven, denk ik. Of dat nu. 340 zoiets. En anders lag dat toch een stuk in de 400. Mm. Dus. maar ik kan, niet meer, ik kan niet meer. lang fietsen. Ik ben zo onlangs met, met werk um, Tour in de Vlaamse Ardennen gedaan. Ah, ja. vanaf dat berg op gewoon. Maar ja, echt een man die veel fiets en ik fiets eigenlijk bijna nooit niet meer. Mijn benen gaan gewoon kapot van uh, vanaf dat dan een meter berg op loopt. Ja. Dat, is, ja, dat is echt, echt dramatisch eigenlijk. Dat ik echt jammer vind, maar ik dacht echt wel, het ja, zal nog wel lukken, maar eigenlijk kunnen ze me echt... Ik kan ze wel nog, als ze een minuut koersen is, ja. gewoon vanuit de zaal zijn versnelling, ja, dat kan ik echt nog wel. Denk ik. Maar als ze gewoon op fietsconditie, en dat, dat is even volledig weg, jammer genoeg. Ja, ja de, de, de kusmel in de werkpool. Ik, ik was maar een research aan het doen, ik was dat eigenlijk al wat vergeten, op de, op de startpodium van de Ronde van ja. Vlaanderen. En dus ik klik dat aan. Ik verschoot ervan in de buitenlandse uh, media dat die niet... Allee, dat daar werd zo keiveel fuss rondgemaakt. Dat die niet door hadden... Er zijn geen mensen discussies geweest. Hè. Ja. Dat ging over... In, in Amerika was dat... Want ik zei, dat is tientallen miljoenen keren bekeken geweest. Als niet, de eerste dag had hij in Rusland alleen, al 40 miljoen views. De, de <laughs> Dat zo, in Amerika was dat ik in het gevangen moest. En dan in andere landen was dat Linde in het gevangen moest. En dat we elkaar moesten aanklagen voor uh, seksuele intimidatie en verkrachting. En we, je denkt van we, hoe dom ze regelen eigenlijk allemaal. Maar ja. Zo, in, in andere landen was dat ook Ja, Je ziet dat en je denkt, ja, ik had het kunnen kunnen hebben. Ja, 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 ja. ja. Maar wel zot dat je op een stom fragment van twee seconden tijd. dat je werelddelen volledig anders neer. Dat is zot om te zien. Ja, ik verschot er ook van. Ik zag al die... Allee, dat was gewoon allemaal in die... Vooral het buitenlandse pers buitenlandse perszeggelijk vindt als je dat, dat inziet ja, ja, dacht ja. En serieuze krantenartikels daarover en ja, niet ja. zoiets... Niet, niet, niet op Dumpert ofzo. Ja, nee. ja, dat is echt zo. Ja, kijk, je kon dat zo elke dag volgen. In welk land is het nu gelanceerd? En dan kon je ze gewoon de wereldkaart verspreiden. Hij zei ook zo van: Oké, okay, hoe denken die mensen en hoe denken die mensen? En dat was boeiend om te volgen. Zo. Het heeft zowel van het In de Gloria-fragment van de talkshow, waar een host zo begint te lachen. Maar hey. als ze dan in Amerika ze van dachten dat dat echt ja, was. dat heeft ze dat al een beetje. Ik heb al gemerkt: op basis daarvan kunnen we weten dat Amerikanen niet echt de meest slimme, <laughs> slimme mensen niet algemeen gezien ja. <laughs> U um, ja, leeft nu na de koers, hoe valt dat mee? Uh, ja ik heb wel direct uh, ik ben directeur dus ik heb eerst kindertherapie gestudeerd ja uh, ik, ik wil er even over zeggen jij bent een van de weinige mensen die ik ken die zijn masterjaren afwerkt een thesis schrijft maar toch geen hij niet afstudeert eigenlijk ja ja ja. Uh, dus ja als prof heb ik nog mijn thesis geschreven heel veel tijd ingestoken uh, maar dat was stage, hè daar had ik eigenlijk geen tijd voor uh, en dan uh, nu Um, nou, me een val contact opgenomen met Unif. Ze van ja, ik zou graag terug beginnen. Maar ook wel, Ik wou eigenlijk ook niet echt kine worden, maar ik dacht wel, dat is misschien wel interessant dat ik die Master afwerk. Allee, joh. Ik heb er zoveel moeite voor gedaan. Zeker. <laughs> um, maar dan zeiden we ja, kijk, um, de opleiding is wat veranderd. Uh, je moet terug instappen vanaf, uh, dus na je bachelorjaar. Nee. Maar ja, twee jaar studeren. Uh, één, ja, ja, dat ging dan kine zou ik mezelf niet worden. En dan ook, ja, gewoon financieel, ja, want twee jaar was, ja, ja. ja, dat gaat niet, hè? Ja. Uh, dus ja, ik zei, oké, okay. dat is jammer. <lacht> <lacht> uh, en dan, gewoon toevallig, uh, via een advertentie gezien dat aan de VUB, dat ik, dat ik wel in, ik kon instappen in sportmanagement. Uh, dat was dan een jaar, ik ben ik daar aan begonnen. Uh, gewoon wel interessant om te doen. Uh, en ondertussen op alles, als ze mij zeiden van, kom je daar niet doen, gewoon altijd ja. Kamer, ja. Ik had misschien ook wel achteraf, misschien, misschien beter toch eerst een maand gewoon Even in de zetel, <laughs> zetel gezeten, op vakantie geweest. Maar ja, ik had eerst al een tijd er gewoon in, in, in bed gelegen op oh. mijn rug. Uh, dus dat was eigenlijk mijn, Uw vakantie. Dat was mijn vakantie. En dan gewoon, ik zei het, op alles, ja, gezegd gewoon zoveel mogelijk buiten gekomen. En dan uh, van de zomer dan uh, ingesprongen op een vacature bij Energylab. En daar werk ik nu. Uh, dat is nu mijn job en ondertussen ja. moet ik die studies het laatste stukje nog afwerken. Maar nu ben ik eigenlijk, ja, ja, ik zit nu in een ander. Het is wel helemaal aanpassen. Dat is wel uh, zeker in het begin. ja prof geweest, ja, allee, ik weet niet, ik kon niet werken met een computer. Ik bedoel, ik kan wel nadenken, maar ik kan niet plots in het leven, of ik zelf 9 to 5 leen, is gewoon dat blijf ik nog altijd lastig mee hebben. Gewoon zo, ik werk liever soms die een dag hm? tot de kot in de nacht en dan, dan de volgende dag Niks doe, ja. Zo dus we werkt het niet in het. Allee. zelfstandig worden ze. Ah, ja, ja, ja. Maar zo ja, dus, uh, op zich is dat wel. Het is wel een leuke job. Wat doe je er ja. juist? Uh, Noem dat projectmanager corporate wellbeing. En bij mij houdt dat in um, bij KPMG. Dat is de gezondheidsprojecten van Energy Lab. Ja, begeleiden. Ja, dus bij KPMG. Ik doe het eigenlijk voor drie bedrijven. Ah. Uh, dus bij KPMG bieden wij voor het personeel onder andere. Uh, dat is op basis van een soort ja, vragenlijst. Dat we ze kunnen sturen richting een programma voeding, programma exercise, programma slaap, stress. Waarbij ze eigenlijk een week of tien echt keihard begeleid worden hoe dat ze dat kunnen aanpakken. Uh, Slaat heel goed aan. Mensen zijn allemaal heel enthousiast. En Ik zit het om RV HRV en... Uh... Bijvoorbeeld bij, glu bij glucose krijg je allemaal een glucosesensor, worden die geanalyseerd, wordt het voedingspatroon aangepast, kijken wat gevolgen dat, dat heeft op hun glucoseconcentratie. Dus dat is echt wel, er wordt echt wel echt wel mee gewerkt. Um, en het andere, dat is nu deze week dat ik ga doen, zijn de mensen van Mediafin die komen langs. En die, hebben die gaan binnen een aantal maanden een triathlon afwerken. En is dat soort eigenlijk organiseer ik. Van alles van A tot Z. En hetzelfde programma, dat is dan internationaal. Uh, met een groep tandartsen. die naar de Marmot gaan. Maar die krijgen die krijgen een Pinarello. Die krijgen, nee, dat, is, dat is een ongelooflijk project. En dat is, die dingen begeleid ik nu. Dat is wel, uh, Tof. Boeiende wereld. Is ja. Ja. hij eh, co-commentator? Ja. Eurosport? Hoe, hoe valt dat mee? Ik doe dat heel graag. Dat is, uh, ja. dat is ook niet. Dat wordt ook moeilijker, moet ik zeggen. Ja, hoe langer dat je eruit zit, want je moet dat, allee, ik wil toch wel dat het volledig juist is. Maar ik doe het wel graag. En als ze toch nog wel met een link met de, met de koers. Um, ja, plezant. Gewoon, ja, ja Ik probeer ook wel. Ik, ja. ik vind het gewoon boeiend om terug weer die parcours te gaan verkennen en kijken mm hoe -hmm. zit met de wind en wat ze die ploeg doen, doen en wat uh, ze die ploeg doen. En dat is wel. Uh, ah, ja, ja, iets wat ik heel graag doe. Ja. Uw column in het nieuwsblad. Dat zo ook zei, ik heb op alles ja gezegd. Daarom dat, zit ik ook hier. Voilà, voilà, ja. wat ik zei dat is soort alleen maar dat ik altijd in een mensen tijdsdruk zit. Ja. Ja. Maar uh, ook zo, ja, die column is ook wel. Dat ik misschien wel onderschat het werk dat daarin krijgt. Omdat, uh, ja? Ja, nou, ik wil toch wel dat. Je wil dat het goed is. Hè? Ja, en ook, het is, ik vind het vooral moeilijk. Eén, het moet een beetje toepasbaar zijn op wat er nu gebeurt. Dus, ik heb op voorhand wel een soort van een twintigtal dingen klaarstaan, maar ja, je moet moeten wel kunnen aanpassen aan aan actualiteit. Ja. Um, wat ook wel, het moet het mag niet te moeilijk zijn, want ja, iedereen moet het kunnen lezen. Maar het moet wel iets iets, iets bijbrengen. iets bijbrengen. Ja. En dan verwachten ze natuurlijk ook wel dat je af en toe nog zo wat, wat lost. wat prikkelt. En dan moet ook mee. Allee, dus dat is niet. Allee, het is moeilijker dan ik dacht. Dus, uh... wat, tot nu, ik heb allee, tot nu toe alles toch. Allee, voilà. Alle, uh, hoe zeg je? Alle vintjes afge. Ah, ja, voilà, dat is goed. Dat is... Tick in boxes. ja tick in ik de boxes. Ik ik lees het nooit. Hoe <laughs> lees het nee, nooit? Nee. Dus ik stuur mijn afgewerkte versie door. Um, dat gaat dan naar de eindredactie. Die plakken dan de kop op, waar ik altijd heel veel schrik voor heb. Dus daar wil ik al niet meer ja. Dus ik, ik bepaal niks. Ik, zie, ik weet niet wat kop dat er komt, wat tussentitels. Ik, ik schrijf gewoon een tekst. En dan. Uh, en ik, eigenlijk, ik dien het gewoon vaak in en. <laughs> <laughs> ik zie wel wat er, uh, wat er gebeurt, maar dat is toch altijd elke maandagavond en elke donderdagavond ga ik ze toch met een stressje gaan slapen. Ja, oké. Okay. Uh, well. Oké, okay. moet, moet ik wel, wel inspiratie geven? Mag voor altijd. De matruise? Matruise? Ik, ik moet er nog... Ik moet er nog een schrijven? Veertien schrijven. Nee, die, ah, ja. die morgen is, is juist vlak vlak naar hier kwam uh, ingediend. Toch niet over de tijdretelling van Jumbo-Visma? Daar heb ik dus dinsdag al een deel over geschreven. Ah, ja, juist. Um, ik had er twee klaarstaan voor nu. Dat was aan de tijd het te om jumbo Visma. Uh, maar het andere was over, omdat er nu zowel zaterdag als zondag de renners in de kou hebben moeten rijden. En dat ik nu Jasper Philipsen ook begon over, dat hij immens veel kou had gehad, ga ik had gewoon beschrijven over kledij en over het belang van het merk dat, kledij, dat je hebt. En dan een gabba van. Merk A niet per se hetzelfde is als merk B, en dat dat echt wel invloed heeft op prestaties. Um, dus daar gaat het nu over. Oké. Okay. Dus uh, voilà. okay, nee. Wel interessant. Allee, als, wieler, als wielertourist, denk ik. maar het is dat ik dus ja? niet weet wat vinden mensen interessant Dat is altijd zoiets... Een moeilijk verhaal. Ik weet nu niet goed of dat... Ik kan ook vertellen over. Maar ik denk de mix met... dat je dat je wilt brengen ja. is inderdaad het een beetje je moet reclamekecomosie insteken. Ja, ja. Dat toch wel zo wat. En, en dan iets wat, wat, wat ja, niet alle dat. mensen weten. Dat ja, he? is dat. Het is dat. Dus, uh, wel, zo, hey. natuurlijk. Ik overleg dat ook altijd met uh, met mijn hoofdredacteur. Ja. En dan uh, zo maken wij samen een uh, soort verhaal. Dan, ja. En er is dus nog 15 te gaan, dus... Uh... Oké, okay, dus um, zelf onderzoek naar gedaan. De, de, de fraude van de lengte van de renners. <laughs> ja, Want is, just... is Wout van Aert een meter 90 of een meter 89? Volgens de UC, een meter 90. En dat is belangrijk voor? Ah, voor de, de het, het label dat je krijgt uh, in de tijdrithouding. Oké, ah, oké, okay. ah, oké. Okay, okay. Dus ik heb, ik heb zelf nu... Ik heb heel het proces doorlopen ja, kijk, kijk. omdat ik het Provinciale Kampioenschap tijdrijden wou meedoen. En dan moet ik het dus, uh, <laughs> moet dus uh, laten opmeten door een dokter. Ja, oké. Okay. Dus uh, ik, ja, de, de, mens, de renners gaan dat bij je ploegdokter doen, ik moet dan naar mijn dokter en ik zeg... Ja, jij moet mij opmeten. Ik denk niet dat ik ooit opgemeten ben. Voilà, kijk, dat begint al. Froude, fraude. fraude hè. <tie> ja, okay. Het is echt een, 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 een grootschalig schandaal, hè. Uh, Dus ja, met een doek ermee mij me op moet dat dan aftekenen. En dan moet het dan al die. Waar ga je dan toch s'morgens laten Want Dat speelt ook al een rol, Ja, maar ik zit niet zo. Ik kan niet. Ik ben een meter 82, dus ik kan ah, nee, ja. niet. <tie> mee, dus ik kan misschien elk jaar een centimeter pakken. <tie> 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 en dan, tegen mijn 45 kan ik, kan ik iets comfortabeler zitten. Um, maar dus dan moet je dan naar de UC sturen dat je test en dan krijg je een sticker in welke categorie dat je zit en dat je die uh, je aanpassingen mocht, mocht doen aan je tijdrit stuur. Je mocht sowieso één aanpassing doen, dacht hmm, ik. Denk het niet. Ik denk dat je één afwijking mocht hebben. Ah, ja. dus, uh... Misschien gewoon niet op het provinciaal kampioenschap ja. stappen. <laughs> dus mijn sticker was er nog niet voor het provinciaal kampioenschap nee. ik moest bijna niet starten hè. Okay, okay, okay. Uh, wat ik heb met een mail moeten laten zien dat ik wel degelijk heb. <laughs> de maar dus je hebt ook een lijst van alle renners en hoe groot ze zijn eh? er zijn geen renners meer van een meter 89 ah, ja. en van de meter 79. Okay. dat bestaat niet okay, okay. dus ja ah, wel, maar ja zeg maar uh, maar ja ik moet zien dat ik ook niet uh, uh, slapende honden ja ja over niet. Al, uh, ja. Wout is nu altijd een kamerad, ik moet zien dat ik hem niet, uh, dat ik hem niet flikken. Nee, nee, ja, voilà. <laughs> voilà. Uh, ander hot topic momenteel, uh, Hoekles Rims. Ah, well, daar had ik dus van, hadden we dus een besproken en uh, we gingen dat eerst brengen. Uh, maar wat was daar het probleem? Uh, ik wist eerst al niet Is dat interessant genoeg voor iedereen. Achteraf hadden we dat wel, wel moeten brengen, want ik ging dat eigenlijk vorige week vrijdag overschrijven. Juist voor de hetze? Ja. Uh. Uh, maar dan dacht ik van ja, ik moet ook wel maken dat het helemaal klopt wat ik vertel. Want dat was toen nog, Zip was toen nog bezig, van ja, we zijn het nog aan het onderzoeken. Ja, en, en er verschijnen er ook wel dat het goedkoper was om ze te produceren. Ja, ja, en het, zo. Is, het is goedkoper uh, om ze te produceren. Het is, hè? Ja, maar het, het, allee, de reden waarom mensen er gekomen zijn is vooral dat het een aerodynamisch voordeel zal hebben ook. Uh, omdat de, de, de spatie tussen je velg en uw band uh, minder breed wordt ja. met die hoekle rims. En meer grip en. Ja. Maar wat ik, maar ik zei, is, dat, is het klaar in mijn hoofd? Allee, wat ik dat, daar was het vooral dat ze zeiden: ja, eigenlijk, op de weg maakt het niet zoveel uit. Als je het mountainbike en gravel doen, daar heeft wel zijn voordeel. En is het vooral kostenefficiënt, inderdaad? Ja, uh, het ding is vooral met die hoekles, zitten eigenlijk tussen Je moogt maar met een bepaalde breedte rijden ja. en met een bepaalde druk ja. uh, van bonden. Natuurlijk, en daar zit het probleem: als je plat rijdt, die vliegen er wel sneller af ja. natuurlijk. En dat is, dat is natuurlijk wel een probleem dat ze, dat ze hebben. Uh. Waarom dat ik ook eerst niet wou brengen is. Het probleem is dat. Dus mijn eerste was er met de hè? Ja. Ik had een commentaar van Lotto. Maar ik dan weer: ging bereiken over een valpartij van Lotto. Daar stond er ook nog iets klaar. Waarom gaan ze naar Orbea? Maar ik dacht ik, ja. Hé. Oh, huh? <laughs> hey, ik zei jou ja, omdat, omdat ik niet weet. Je moogt het zelf eens Of dat Ridley-Orbea was ik niet, niet zeker van. Omdat dat makkelijk. Maar blijkbaar zijn ze heel content van de fiets. Dus daarom heb ik het ook niet gebracht, want ze zijn echt content van de fiets. Moet jij er al over communiceren. <laughs> ja, dan, ja. Uh? Oh, ondertussen mag ik ja. en van mijn tien en half. En dan. Uh, <laughs> <laughs> dus ja, heb ik zo zwaar. Okay, ik snap ook dat je niet altijd. De, 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 de. Ja. Allee. Dus daarmee is het een beetje, ook een beetje in togo van wat vertel ik van hier. En uh, mijn Hoeklus was inderdaad. Achteraf had ik hem moeten brengen op die vrijdag. Ja. Maar ja, ik wist ook niet hoe. Is dat dan weer niet eh, gedetailleerd? Want je en, hebt ook nee. nog mini-hoeken. Je hebt er drie, hè? Ja, dan gaat, het, dan, gaat het, dan gaat het denk ik echt al hey, wel, okay. wel wel heel hard uh, ja. de technische kant op natuurlijk. Dus, uh, maar ik zou hier wel als renner. Ik heb het niet meegekregen, maar Roval heeft dat niet. Nee. Dus, uh, maar ja, ik kan wel verstaan dat ze het niet. Allee, ik zou toch ook wel graag hebben dat dat vooral volledig opgelost is. En dat ze kunnen zeggen van het zit zo en het zit zo. ja. Um, ja en dan kun je ook nog nog even over die inserts waar ze mee rijden en waarom staat ook klaar oh, voilà. staat ook klaar ik richting groep, bij? Ja. ja maar als ze met er verbellen ik zeg ja want mijn ik, ik zeg, wil ik dat wel doen maar ja ik moet zeggen als renner ik ging eigenlijk vooral af op het advies van mijn als dat ging over bandendruk ja ken mijn Nijs in de ploeg geregen, ik ken mij woud in de ploeg geregen, ik heb mijn stewer in de ploeg rijden, mijn boom in de ploeg geregen. Vier crossers, die doen niet anders dan met bandendruk bezig zijn daar had ik niet mm. Ja, dan ga ik niet zeggen hoe dat het moet zijn. Hè. Dan, allez, dan zeg ik gewoon wel. Oh ja, die mannen wegen ongeveer even als ik. Uh, hetzelfde. Doe ik, doe maar hetzelfde. <laughs> ja. dan, of mijn Casperas Green die tegen u komt zeggen van oh ja, oh, je voelt dat toch wel echt dat die een band hier een millimeter smaller is. Ik zou ja, niet oh. Ik voel dat niets. En ik had gewoon mijn eigen ideeën over. Allez, maar ik was niet de, de materiaalfreak. Ik was wel bezig met anderen bijvoorbeeld ja, met training en met voeding en mijn ja, dus ik moest wel maken dat dat zo breed mogelijk getrokken werd. Want ik zei al alleen over. Ja. Over dat type van rubber compound gaan gaan Ja. ja, <laughs> dan, ja had toch wel, <laughs> dan had ik toch wel moeten, moeten werken. Ja. Dus, uh, maar dus ben ik er voor, veel of geweest geweest. Uh, met Victoria te gaan spreken over die. Uh, In search, ja. ja. Dan, uh, dus dat is ook wel die een dag dan nog gebracht kan worden. Oké. Okay. Mooi, komt goed. Ja. Um, uw toekomstplannen? We hebben daar al uh... Uh, er dat is heel raar en dat stoort mij het meest aan het niet meer atleet zijn. Is dat ik geen doel meer heb? Ja, dat is heel raar om. Ja. ja, heb je geen bucketlist list van, van, van dingen? Dat uh, nee, ja? voor het moment niet, dat is een beetje het. Dan mis ik zo wat een als renner leefde. Echt van oké, okay, ik moet maken. En je krijgt elke dag uw schema om te werken naar een doel. En nu is dat zo van ja, ik heb eigenlijk mijn ja mijn doelen gehad hey, mijn einddoel Ik moet zeggen als ik prof was dus het, uiteindelijk bij Quickstep was mijn einddoel en dat vind ik jammer dat ik dat niet gehaald heb is uh, dat ik met de blauwe Monument wou wilde win dat had ik graag wel eens meegemaakt uh, maar nu voor de rest ja heb ik zo aan mijn ja maar ik weet ze nu even niet van oké okay, mm. ja, ik ben nu aan het werken ik amuseer mij toffe collegas uh, het interesseert mij maar zo ja dan is dat Waarom moet ik zeggen commentaar geweest, Dan zou ik graag ronde van Vlaanderen-commentaar geven. Dat kan dat wel, maar dat is iets, zo. Ja, maar is... je hebt daar minder de kick van of de Haai misschien dan Ja. Je krijgt, is, dan... ja ik, ik, ik mis zo het, het, het... Waar wil ik nu naartoe? Dat, allez, ik ben zowel mijn... Ja, automatisch heb wel een pad gecreëerd, mm -hmm. maar zo het einddoel, dat mis ik wel wat, terwijl dat je er wel de vorige 33, 34 jaar dat wel altijd had. En dat vind ik wel moeilijk om... Uh, ja, dat vind ik nog moeilijker om mee om te gaan. Stop het. Uh, ja, man van de Kempen, uh, Winterdip. Uh. Uh, maar, <laughs> ik, ik voel hem perfect komen. ik ga dat. Dat is ook... op de mountainbike. Nee, nee, maar dat is ook wel. Want ik heb, toen had ik altijd gedacht van. Maar ja, ik was niet gevallen. In mijn hoofd ging het niet gevallen. En ik dacht van ja, eigenlijk. Als ik dat doortrek, zou ik wel graag een keer nog een hel doen. Gewoon op de conditie van de koers. Je moet natuurlijk wel lopen, maar ja, ik ben altijd wel heel rap weg met lopen. Dat is iets dat in het seizoen ook. Nico, Nico Samen is geen meter gelopen, er, denk ik in de, de helft. Ja, ja, zo, met dus, zo'n fietsbenen. Dus. Maar ja, nu. En ik ben, en dat is sch schandelijk om te zeggen, maar ik wil ook niet meer afzien eigenlijk voor het moment. Ik, kan er, ik sport nog regelmatig. Maar ik ga bijvoorbeeld. Mij daar vandaag, ik heb dat vandaag gezegd op het werk en ze lachten er niet. Ik zei: Ik ga veel liever met, gewoon met de vrouwen mee gaan lopen. omdat die lopen voor, voor het plezier. Terwijl die mannen bij ons op het werk, als die gaan lopen, is dat het schema hier en dan dat tempo. En die willen mekander alleen maar gesjeerd en daar. Durf... oké okay, genoeg. Ja. Allee, ik was wel iemand, als ik trainde, ging ik echt, ik was wel iemand die zijn intervals echt hard deed. Ik was niet de man van de vele uren op de fiets, maar wel, ik was altijd wel fan van echt zware intervaltrainingen en zo. En altijd met volle plezier, maar nu ben ik dat zo, pff, nu wil ik gewoon sporten voor, voor plezier en de hel. Dat lijkt me zo net iets te... Iets te lastig om dat zuiver plezier te doen. Ja, dat komt inderdaad wel waar. Maar je zou ook wel de eerste ex-prof dat ik om dat niet zo gaan grevelen of zo. Of zo. zo. Ja, nu, we gaan hier. Ik vind grevelen ik vind eigenlijk redelijk ondozel. Echt wat. Goed, we gaan maar door. <laughs> in, in Amerika, als ze doen ja. Maar in België, ja. Met een crossfit. Eigenlijk liever met een crossfit. Of ik gaan mountainbiken. We zijn zo dan. Op training zijn we ook gewoon grijvelen soms. Hè. Dat was dat gewoon met je wegfietsen en een baantje in. Dan dus Ja, dat is even plezant, maar. Oké. Okay. En dan is het woord. Vooral het woord grijvelprof. Dat is zoiets dat ik denk van. Ja, oh, wat is dat? Dus, ja, dat is een ex-prof dat nog niet wil gaan werken. En ja, het is Dat, dat, <laughs> wij, dat, dat is het, nice, hè. En dan komen ze dan in een grijvelkoers tegen de gewone wegprofs. Ja, en dan worden ze weggeblazen. Dat is, mm -hmm. Ik versta wel dat dat als voor een toerist. Leuk is als extra. Maar zo, om, als je alles op de weg hebt gezet, dan ze het nu wel... Ja, nee, ik, zie het, ik zie het verschil niet echt in een... Allez, ik, ben niet, ik ben niet overtuigd van de... Allez, het is een hype, maar ik, ik, ik zie mezelf dan niet echt... Uh, ja, die doen. Dan rijd ik liever met mijn crossfiets of met mijn mountainbike dan dat ik, uh, dan dat ik zo tussen de twee... Maar ik versta oh. wel de andere mensen dat doen, hè, maar zelf zeg ik er niet door, uh, niet door gebeten ja mooi, ja, doe je ziet. nee 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 nee, <laughs> ja. zeker, nee, nee maar zeker niet. Ik, ik snap wat dat je bedoelt, want het is, <laughs> het, is het is wel. ik krijgt vanavond maar het stopt en dan is dat echt zo. Allee, we weten wat er dan gaat komen ah, ja. hè. ik ga nog een jaar en dan, dan weet weten gewoon. ah ja, ik ga nog gravel en we lumbound rijden. Ja. en ja, allee, dat is zo. dat is ik kan wel verstaan dat dat zoiets gemakkelijker makkelijker is om afscheid te nemen. maar ik vind het wel grappig dat ze nu allemaal een beginnen begin en zo. Ik dacht vorig jaar, dus Jens ja, de Busreis is er eigenlijk mee gestart. Hè? Ja, ja. Mm -hmm. dat ik echt wel echt chapeau dat je ermee begint en zo. En dat was, de, dat was echt, echt chique, dan. Maar nu begint dat ze, ah, ja. Oké, okay, allemaal. Maar dat was hij meteen afscheid, wou nemen op de BK. Ja, ja. Maar ja. nu zat ze van. Het kan je wel helpen richting je verder leven, maar ja, het gaat toch ooit stoppen. Zo. En zoals ik in het begin zei, ik vind dat nu leuker dat ik echt op een, ja, gestopt ben bij. Bij Kwikstep, dan dacht ik ze nog wat moet. Mm. Vooral ook voor je omgeving en zo. Allez, voor je familie dat en je is zo wat, je gaat, gaat hem vertellen? En, en je wilt ze nog wat, je wilt eigenlijk precies nog je het leven het van de tijd prof. je niet afgeven. Ja, ja, ja. Wel ja. die 20 uur train in de week, die, 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 ja. die pakte mij net als 18. Ik vind dat zo moeilijk, ja, dat ze precies nog wel, ja, verslaafd zijn aan het leven, maar het niveau niet meer. Vaak. Ja. Zo, ja, ja, ik moet nog op stage naar Spanje. Ah. Ik moet ik in Valkenburg wel uh, <laughs> oh ja, ja. de Gravel Series gaan doen. Hè. Dat, is, ja, dat is eigenlijk zo de, de Bahamontese de fietsreis, maar dan in het groot. Dan zeggen we, Oké, dat is in okay, ja, mijn. Uh, ik ga nog een jaar als prof leer, maar eigenlijk ben ik het niet meer. Dat is wel mijn, mijn visie erover. Maar ja. Ja, mag ook gerust eens in een kolom gegoten worden. Grijvelaars, ik had die als afsluiter pakken. <laughs> ja, ja. Klassiekers zeggen: ga. het grevelseizoen begint. De, uh, de wannabes. <laughs> maar ik moet wel zeggen: zo, als toerist, als amateur, is dat wel een veel aangenamere manier van fietsen. Omdat je het verkeer ziet vaak. En ja, ja, maar ik zou me ook. Veiligheid... Als toerist dan je koopt een fiets, ik ook een grevelfiets ja. koop. Ja, het balt goed. Ja. ja. Dus ja. Het is comfortabel. Ik snap het gewoon het nut gravel competitie snap ik niet goed. Nee, ja, dat, uh... dat bedoel ik ook, omdat het, is, het is niet bedoeld ooit als competitie. Mm -hmm. De bedoeling was eigenlijk altijd gewoon met gaan gaan fietsen, s een barbecue. Daar is ook volledig voor openstaan. <laughs> maar <laughs> s avonds een pint, dat zou ik met alle plezier van de wereld willen doen. Maar zo afzien in een gravel dat vind ik zo ja, ja. dat is zo. een, een even competitie die sowieso verliezen tegen elke wegprof dat er bestaat, dat vind ik zo een beetje. Ja, no. no, ik snap het. No. Uh, Ze hebben verder nog vragen van Stijn. Uh, nee, ik denk dat ik, uh, ik alles gevraagd heb. Oh. Ik heb juist nog, uh, ik had beloofd, we hadden bericht gekregen op de Joogclub, dat, uh, sorry Stijn uh, 24 maart is er een Greveltocht voor het goede doel. <laughs> uh, vertrekt in Heren, bij Biking in Herentals um, en de opbrengst gaat naar het Bergfonds. Oké. Okay. Zijn ja, mensen die eind maart willen is, gravelen? een dag van gent denk ik. Ik weet het niet van buiten, maar ik weet dat ik ben in Ik ben gewoon aan week... het denken dat ik zelf zo afkom. Ah. Maar ik denk dat ik naar gent moet. Met, uh... Ja, Plugstreet ook gravelen. Ja. ja, maar dat doen ze met hun gewone koersfietsen. Ja, ja, zwaar. <laughs> uh, maar ik had beloofd het uh, te vernoemen, dus vandaag. Ah, nee, Oké. Okay. Uh, ja, zijn er nog dingen die je kwijt wilt aan de luisteraars? Uh. als je maar sport en je amuseert. Dat is het belangrijkste. Dat is dan niet de gouden tip van... Uh, al een dag is. Mooi, mooi ja. En daardoor ben ik hier heel blij dat ik eindelijk een keer in de wereldberoemde studio mag zijn, ja. mooi opgekuist. <laughs> uh, chapeau. Ja, jij uh, stuurde naar Seppe. Jij hebt nog in de klas gezeten met je lavet. Ja. Als ik, uh, dus die verhalen van uh, zelfs en Nepalese Palese uh, ja. kinemat en uh, Ik had er dus al ja, 15 jaar niet meer aan gedacht aan die mens. <lacht> <lacht> maar dus dat, dat kwam al, En toen was dat eigenlijk begonnen. Ja, dat was ook een pak ouder. Hij was een paar jaar ouder dan ons. Maar ook, die kwam in de les en dat was echt zo. Ja, die had een doel. Allee, ja, 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 bij ons was dat, ja, bij mij was dat ik zat oh, meer met mijn hoofd bij de koers. Maar bij hem was het echt zo: oké, okay, ik, ik heb hier ja, de kans of ik heb hier afgedwongen om te gaan studeren en die ging er wel keihard voor. En dan begonnen ook zijn ideeën: van, toen was dat ja, ik ga met, de fiets, met de fiets naar, mm -hmm. naar Nepal. En dan zo, dus we hebben er wel zo. Meegemaakt uit het ontstaan. En ook zijn, zijn verhaal van, ja, ja hij, hij zegt dat niet in de eerste dag, maar dan het verhaal dat hij inderdaad uh, nog in kraakpannen en zo gewoond heeft en al. En als ik dan nu dat uh, dagledering beluisterde, kwam zoveel veel terug. Dan, uh, ik, zei, dan ik dacht van, oei, goh, mensen zit toch wel pak meer te vertellen ja. <laughs> en dan, uh, dan, uh, dan ik hier kan vertellen. Ja, we dus, moeten misschien nog eens even herhalen, want hij zit momenteel uh, ja, ja. echt in. in Allee, als je het hebt over in koude fietsen momenteel zit hem daar en hij had toen een oproep gedaan hier en ik zag dat je het nu kunt doen dat je via zijn trekker kunt een berichtje sturen uh, via Garmin en hij vroeg om af en toe eens een mop een goede platte mop uh, door te sturen dat hem iets ik kan een keer lachen. Ja. en ja. ik zag ook uh, in een Facebookgroep van de Klim en Bergsportfederatie dat uh, zijn een partner waarmee dat hem normaal Mount McKinley of zo ging beklimmen ja. Uh, geblesseerd is, zoekt zoekt een nieuwe klimpartner. Ook uh, mensen met ervaring mochten zich aanmelden. Oh, welke ervaring? Welke hebben Ik moest... heb <laughs> ze, ze hebben hier juist in het begin gezegd dat mijn vriend was van mijn klimniveau. Dus... Ja, misschien. Als ja. Ja, je nog eens een bergtrouw wilde. Uh... Ja, die die daaien staan, ik zie dat wel goed komen. sleetrekken trekken en Dat uh... <laughs> oh, maar... was toch niet? Het stuk dat hij moest doen, de voet naar de. Ja, Hij moest uh, echt nog wel een heel stuk. Uh, skiën, alleen op tourskiën of zo doen. dat uh, 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 was er nog niet. Wat oh. heb ik dat vooral gehoord? We je, allemaal steek om dan Nijtovendag. Toch... Ja. Hé, oh. ik, ik, ik ben ook wel eens, <laughs> ja. ja, ja, eens plat gereden. Maar... <laughs> ja, ik heb ook eens in Huldenberg mijn ketting overgetrapt, dat mijn vrienden mij naar huis hebben moeten duwen. Dat, uh... Oh, ja, ja, Die is opgegeten door een krokodilengel. Ik denk: Oké, oké, okay, okay, okay. <laughs> dat zou ik thuis toch niet verkocht krijgen. Goed, <laughs> uh, maar we zullen afronden. zijn ja. Dikke, merci voor langs ja, te komen. Dag dan. Zijn jij ook, uh, merci voor het station onder deur te komen. Yes. Dit was het voor mij voor deze week. Tot de volgende. Willen ze niet of willen ze niet? Doe het of doe het niet? Tommeke, Tommke, Tommke, wat doe je nu? Tom Bonne gaat wel, aan worden. Hij rijdt 5 per uur te snel voor ons. Dani, stay on your fight! Splred kaal! En nog pret! What is Jeff, doen is hier! Jeff! Wat is er mis met Jongele? Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog or I cut your head off. Dali daar is Dalif!